Het is vandaag woensdag 5 januari. En ik zit hier via Zoom tegenover Xander de Rijken. Ja hoor. Ja hoor, daar zitten we weer. <laughs> Met elkaar. We hebben, we iets, te, hebben we nog iets te zeggen over fucking, uh, films of tv? Waarom zouden, we, waarom zouden we dat privé doen als we het uh, aan andere mensen kunnen laten horen? Dat is bij reden. Ja, kijk, dus, dus een gesprek is een beetje. Ja, uh, 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 uh. Als, als, een, is dat gezegd, als een boom valt in het bos en er is niemand in de buurt om het te horen, maakt het ja. dan geluid? Ja. Dat is een beetje wij. Het is een gesprek, zijn wij. <laughs> waarom zouden wij nog tegen elkaar praten als die andere mensen kunnen meeluisteren? Nou, maar het is wel ook, zijn, er waren mensen, uh, twee of zo, maar er waren mensen op Twitter en, en dat soort shit die uh, hadden gevraagd ja. uh, wat wij en, van Spiderman vonden. En dat is veel volk, want in hlm termen is. Drie man op Twitter die iets zegt, uh, Twitter daar in brand staat. Ja, precies. Nou, kijk, uh, ik had na onze vorige podcast, uh, eergisteren eigenlijk gewoon, nee, ja. nou, de, de TV met kak podcast had ik ook even TV met kak ook op vraag van iemand gelanceerd op Twitter. Mm. En dat was trending op Twitter uh, op maandag, uh, nummer één trending op Twitter. En dat waren denk ik ook twintig mensen of zo die iets getweeten. Dus dat stelt echt geen hol uh, voor. dag op Twitter. Dat is een kalme dag op Twitter. Maar we waren wel trending met TV met kak. Dus dat vind ik een klein beetje grappig. Zeker op de, als dat dan tussen. Nu was dat niet echt, maar als dat tussen echt belangrijke onderwerpen staat. Zoals Black Lives Matter, TV met kak. Dat vind ik, <laughs> ik uh, zo niet. Nu zou. Vrouwen met kak zou heel grappig zijn. Want Hoeiberg staat dan op de 1. <laughs> maar goed. Um, dus Spider-Man. Wij zijn maandag met z'n tweeën. Ja, jij had, hem al, jij had hem al twee keer gezien. Ja. Uh, dus uh, ja, ik ben mannen voor de eerste keer uh, naar Spider-Man No Way Home gaan kijken. Dit was de derde keer voor jou. Mm -hmm. uh, de, de, de reden dat je derde, drie keer naar een film gaat kijken, betekent dat je hem goed vindt. Ja, bij mij wel. Uiteindelijk wel, ja. Ja, je gaat niet drie keer naar een film kijken als je hem shit vindt, hoor. Ja, ik ga niet drie keer naar kijken omdat ik het niet snap. Ik snap <laughs> het wel. Ik snap het wel. Ik snap waar die over gaat. Dus... Dat, ja. Hoe kan die. Waar is die oom Ben? Ja. <laughs> <laughs> yeah. uh, wie is die oom Ben waar iedereen over spreekt? Nee, um, ja, nee, kijk, ik ben hem. Uh, uh, ik was in die uh, uh, United States of America zelf. Geweldig. En uh, ik heb hem gezien, de, da, eigenlijk première dag. Alright. Dat hij uitkwam in. in Hoe uh, is het? De the Chinese Theater van Kramen daar. Op de... Oh, echt. Op de ja. plek in ja, op Hollywood, de plek waar maar, ja. in première gegaan is. De dag erna zat ik daar om twaalf uur s middags in een stampvolle, val, uh, st stampvolle zaal in IMAX te kijken. Een echte IMAX, oh. niet, niet, Minibax, Antwerpen. Ja. niet Antwerpen IMAX. Nee, precies. Maar um, geweld, het was gewoon ook al... Niet, dat nu al een ster meer door wat voor een geweldige ervaring dat dat was. Ja, dat snap ik. Omdat het was roepen en fluiten op de juiste momenten en er bakken zouden op de juiste momenten gewoon... Ja. Oh, daar is die. Oh, dit gebeurt. Oh, dit wordt gezegd. Dak eraf. Dus dat was gewoon een zeer fijne ervaring. En dan een paar dagen later hebben we hem ook een, een keer opnieuw gezien. Zonder de, de hype. Alleen als de hype en de stress van uw schouders valt. Ja, ja, ja. ja. Omdat ik, ik heb dat ook wel een beetje als de films waar ik wel naar uitkijk. Ook wel zo. Wat <laughs> en, en dan, ja, 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 absoluut. Dan, en dan moet je misschien ook even kijken: van, was het wel zo goed? Of uh, 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 is het ook onder normale omstandigheden leuk? Jawel, ja, wel. Like, ik, ik had hem gezien. Ik had hem gewoon instant stand vier sterren gegeven. Ja, vier. Uh, omdat ik dacht van, oké, okay, de ja, hype is dingen. Ik zou, ja, we gaan eens niet bespreken, maar ik dacht vier sterren. En mijn lief had gewoon vijf over heel de lijn. Gewoon vijf, beste ding ooit, beste ding van het jaar. Ja. En toen zag ze mijn vier sterren. En dacht ze, oeh, je vond hem niet zo goed. Ik zeg, vier sterren is nog altijd heel goed. Ja, hoor. dat is nog altijd heel goed. Maar ik toch denk we wel, het, wat ja. ik denk, denk dat die, en dan, toen we hem voor de tweede keer hebben bekeken, heeft, heeft ze toch een half sterken afgetrokken. Omdat ze dacht van, ja, vijf is toch altijd wel bijna perfectie. En ja, you know. Ja, ja, ik ben daar iets makkelijker in. Ik ben, ik, als, ik shit, als ik het shit vind, zal ik ook heel snel echt nul sterren, of een halve sterren, want nul gaat niet op Letterboxd. Ja. Maar ik heb deze inderdaad wel vijf sterren gegeven, omdat het voor mij wel echt... Uh, uh, maar ja. ja. Met het, dus, letterbo het Letterboxd-ding, iedereen heeft een andere definitie van wat zijn sterren betekenen, natuurlijk. Ja. Bij, bij mij, ik, ik geef gewoon niet op vijf sterren, omdat vijf sterren altijd zo wat perfectie is in mijn hoofd. En er zijn gewoon niet veel films perfect voor mij. Nee, snap ik. Uh, maar ik. Maar voor mij is dat dan perfect genoeg. Zo. Nee, maar ik... Ja, maar. I get it, ja. Yeah. Uh, uh, ook omdat, ja, omdat het, ik bedoel, het is een, een film over film. Uh, uh, het is een film over de films, het is een film over Spider-Man. Uh, ja. Uh, ja, het is, het is uh, wat mij betreft echt wel uh, echt, echt fantastisch. Maar, ik zal ja. het zo zeggen, als ik een Spider-Man film vijf sterren moet geven, is niet deze Spider-Man film, maar ah, no. is Into the Spider-Verse. Ik vind ja. Into the Spider-Verse nog altijd een betere film dan No Way Home. Oké, okay. ja, ook, vind ik, ja. Het, maar er zijn heel veel parallellen eigenlijk, hè, met, met uh, Into the Spider-Verse. Ah ja, want we hebben meerdere Spider-Mans. We hebben, uh, uh, ja, uh, misschien ook even voor de duidelijkheid... voor de mensen die Spider-Man No Way Home niet gezien hebben... of de andere Spider-Man films, we gaan ze allemaal bespreken. Ik ga niet op mijn woorden uh, letten, nou, dus, dus het is spoiler uh, zone. Uh, we gaan keihard spoileren, we gaan alles benoemen... Uh, ...want anders kunnen we daar niet te goed over praten. Dus uh, ik weet ook niet... ...sommige dingen kun je eigenlijk in de trailer al weten... ...sommige dingen uh, uh, weet je door uh, uh, een halve minuut op het internet te zitten... ...en sommige ja. dingen hebben ze echt goed geheim gehouden. Nu, die echt goed geheim gehouden dingen... ...die gaan we misschien niet spoileren. Zoals bijvoorbeeld... <laughs> ...nee, maar snap je? Een paar dingen die ik denk van... ...oké, okay, dat is wel een heel dramatisch ding... wat ik graag wil dat de mensen niet weten... Dat ga ik misschien niet zeggen. Oh ja, maar okay, al ja. de rest die, die, als je een klein beetje op het internet zit en, en de trailer gezien hebt, de, die shit Ja, ik zal het zo zeggen. De shit waar al een jaar en half over gespeculeerd wordt, ja, dat gebeurde. Kom, ja, voilà. hebben iedereen, iedereen weet met wat voor verwachtingen dat je die film mee gaat. Maar als je hem nog niet gezien hebt, je zit eigenlijk te wachten op hoe en wanneer. Ja, hoe gaan ze het doen? Hoe komen... Uh, uh, want het is een Spider-Man film die gaat niet alleen over deze Spider-Man-universum, maar over alle... Drie de Spider-Man-universum die er gemaakt zijn de laatste twintig jaar. En de drie Spider-Mans komen erin. En slechteriken van die uh, films komen erin. Dat wisten we, want dat hebben we in de trailer gezien. Dus, uh, dus uh, ja, en dat is gewoon gaaf. Dat is gewoon gaaf, want dat is een film over film. Dat is een film die een eerbetoon is aan die andere films ook. Ja, en nog meer dan dat, een uh, corrigerende tik geeft waar nodig aan die ja, vorige films. Juist, ja. Absoluut goed. Uh, hoe gaan we het structureren? Gaan we gewoon slap lullen en we zien wel, of gaan we? Uh... Nou, we zullen gewoon de Spidermans afgaan. Dat is wel het slimste zijn, zeker. Uh, uh, ja, ik wil eerst nog even, uh, uh, want dit was de derde keer dat je hem zag. Is dat dan? Uh, dus bij mij was de derde keer toen bij mij zag was het de derde keer. Was dat dan toch weer anders? Uh, 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 dan zie je misschien sneller waar het wat traag is of zo. Ja, ja, maar dat zag well, yeah, dat, zat, dat voelde ik al bij de eerste visie ook, hoor. Ah ja. Um, en, en, en als in, ik ben niet gehaast, maar ik had wel iets van get to the good stuff. Allee, ja. de, de reden, moet, nou, als we echt eerlijk zijn, de reden waarom dat alles gebeurt in No Way Home, is een beetje, pff, wow. Allee, ja. de, de grap zit er ook zelf in. Het wordt ook zo benoemd van, serieus, ik like, had geen telefoontje kunnen plegen om dat even te fixen. Like, ja. had er magie en foefelarij en, 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 en Doctor Strange, alles wat. De crux van het verhaal, waar het allemaal in hangt, zet is een beetje onnozel. En dat, dat duurt lang bij mij. Het eerste drie kwartier van de film is wel, kom maar, jongens. Ja. Hup, 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 hup. Maar, maar ja, het is, het is. Ik zal het zo zijn. De film doet er iets te lang over om te tonen dat het kut is om bekend te zijn dat, je Peter, Parker, dat Peter Parker Spider-Man is. Dat is ja. mijn probleem vooral met de film. Ja, nu, dat zit in andere films ook wel. Maar, 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 maar wat er. Wat dat dan voor mij goed maakt. is de humor. en het personage van Doctor Strange. Het feit dat dat, dat, dat niet saai is, dat stuk. Dat dat leuk is, dat dat nee, goed nee. gedaan is. Ook en... daar, want dat weet je letterlijk uit de trailer. Dus. En, en wat er dan gebeurt. en dat ze dan. Uh, uh, die slecht komen op die brug. en dat is eigenlijk al eerste act. Dus dat ja. is best snel. Ja, absoluut. Uh, Doctor Strange is bij mij top drie favoriete. Marvel Superheld. Ja. Ja, um, en ik, nu dat ik hem voor de derde keer gezien heb, die film, um, vind ik het een beetje jammer dat hij bijna overschaduwd wordt door de, hoef, de waanzinnige aanwezigheid van acteurs en leuke karakters in die film. Ja. Want Benedict Cumberbatch doet het echt wel goed in die film. Er is het, wel, ja. is het, um, het is hard verwarmend hoeveel liefde dat hij weer heeft voor Peter Parker. Of zo, like dat hij zo ja, dat hij echt vergeet van: ja, hij is een jong hasje. Hè, like, en, en, ja. Hoe hard het ook zijn hart breekt op het einde van de film. Wat hij moet doen. Ja, absoluut. Maar ook, maar ook in het begin, eigenlijk al. Dat hij meegaat in zijn verhaal. Omdat hij hem graag ziet. Terwijl, en eigenlijk ook een klein beetje. Hè, want Wong is nu de Sorcerer Supreme. Uh, uh, ja. uh, uh, hij is dat niet meer. En hij is ook een beetje uh, uh, rock and roll punker. Die te, er tegen. Van, oh, maar goed, dat Wong dit niet weet. Want die zou dat nooit goed gevonden hebben. Dus dat ik ja. vind ik ook heel erg leuk. Dat hij shit doet die eigenlijk niet mag. En, en dan loopt dat loopt dan ook mis, dus het is eigenlijk ook een beetje zijn eigen fout. Of het is eigenlijk zijn fout dat er van alles gebeurt. Uh, en het opent dan ook de, de, het, het verhaal waar we dan in de Doctor Strange-film uh, gaan, gaan zien. Ja. Dus, dus de, de, het, het, zet, het zet een aantal zaken op. Uh, er gebeuren een aantal fundamentele uh, plotpoints in, die op de rest van het universum uh, mm. ook uh, van toepassing zijn. Ja, en. Uh... Niet om, niet om een ander karakter te beginnen spreken, maar ik denk dat mensen momenteel heel erg onderschatten hoe groot Doctor Strange in de Multiverse of Madness nog kan worden. Ja. Want we hebben ons nu zo verkeken op Spider-Man, Spider-Man, en wie gaat er allemaal in zitten en wie doet er mee. dat ik denk van, oh, maar ik denk dat we nog gaan schrikken wat er gaat opduiken ja. in Doctor Strange. Voor hetzelfde zien we bepaalde karakters uit deze film ook weer opduiken in Doctor Strange, dat weet je niet. Nee. Ik, dus... alles kan, hè. Nee, de, 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 dat is, de, ja, dat is, het voordeel van zo zo, dat allemaal opentrekken. is dat je uh, personages die je graag hebt. of, of die, die niet juist gebruikt zijn. een nieuw leven kan inblazen. Uh, je kunt dingen negeren. Je kunt, uh, ja, je kunt alle kanten op. Hè? En ja. inderdaad, uh, het, 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 ik denk ook dat ze gezien hebben. met, met de tekenfilm Into the Spider-Verse. wat een fantastisch. wat inderdaad misschien wel ja. de beste Spider-Man-film ooit is. Uh, uh, sowieso vijf Sterren. Uh, dat ze zien dat mensen dat pikken. Maar dat wisten we al, want dat is Rick en Morty. Mensen snappen wel al die toestanden. Mensen, dat, dat is niet. Uh, ik denk dat je als je dat sinds de Matrix of zo. Je, je, je snapt dat allemaal wel, dat er verschillende universa zijn. En ja, het, het multiversum is geen, geen moeilijk concept meer voor kinderen of zo. Nee, en zijn. Nee. Tot, voor, tot twee jaar geleden hebben we nooit bij stilgestaan dat eigenlijk de beste versie, allee, het beste idee dat Marvel Ooit kunnen doen heeft, is in plaats van te doen van ja, al die oude kul, dat doort er niet meer bij. Dit is nu wat telt. Dat ze beslisten van nee, nee, dit hoort er allemaal bij. Dit hoort allemaal bij ons. Like dat, ja. Ook al die, die gadachterlijke manier, hoe dan ze Quicksilver teruggebracht hebben in Wandavision, ja. uh, was voor mij wel van, ah oké, okay, het is tof dat je het erbij betrekt, dat je doet van, het is kanon, het is op een bepaalde ja. manier allemaal kanon. Het hoort er ook bij, ik, vind, ik vond dat ze dat niet te goed hebben uitgewerkt en uh, dat, dat nee, was dat niet, een maar, kans, maar het is maar wel niet, maar... een manier om te zeggen, kijk, hier, daar, kijk en, en niet alleen van het Fox, het Fox of het Sony gedeelte, maar ook uh, het Netflix gedeelte, Hakka heeft dat nu net gedaan met Kingpin. Ja. Ja. En, en Spider-Man doet dat ook op een bepaalde manier, dus dat is fijn. Dat is fijn als dat allemaal, allemaal erkennen en gewoon kom, 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 ho. Is, de is dat, de, moment... dat is de, in deze film, de nieuwe, de uh, No Way Home film, dat is het eerste wow-momentje, mm -hmm. is dat uh, 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 Matt Murdock uh, uh, Daredevil van de, van de Netflix Daredevil-reeks uh, erin komt. Dat wist ik niet. Wist jij dat op voorhand wel? Ik wist dat ja, niet. De, dat was ey, grappig genoeg. Een van de eerste speculaties die rondging op het internet na ah, ja. um, uh, Far From Home, da, vanaf dat die, dat bekend was... dat iedereen dacht van, ja, die gaan een advocaat nodig hebben. Ah, ja, 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 want dat is ook letterlijk wat er gebeurt. Hij heeft een advocaat nodig omdat iedereen weet dat dus, hij Spider-Man is. En er is iedereen... één scène in het appartement uh, waar Matt Murdock aanwezig is. Niet derde, maar Matt Murdock is aanwezig. En die vangt op een gegeven moment een baksteen die door de wordt gegooid op. Hm. En, zegt, en de andere zegt, hoe doe je dat? En dan ander zegt zoiets van: uh... Nee, wat I'm zegt hij dan? I'm a really good lawyer. Ja, I'm a really good lawyer. zegt dat is Maar um, dus, allee, dat was zo een heel logische keuze. Want ja, als Spider-Man een advocaat met hem, ja, dan moet dat Matt Murdock zijn. Allee, dat, dus... Ja, in theorie kan het ook She-Hulk She-Hulk is in de comic books ook een advocaat. Maar, maar ja, maar daar zijn ze de... nog niet. Nee, oh, ja, maar al, ja, het zou wel... heel goed kunnen zijn om die dan op te zetten naar de nieuwe. Met, er is de, wel de, al heel veel rumbling dat we Matt Murdoch terugzien in de She-Hulk-reeks. Zou op zich logisch zijn, want Giro, ik, ik vind she ook een heel leuk personage, omdat die is ook een beetje funny. Uh, ja, ik bedoel, als uh, een vrouwelijke hulpje is sowieso uh, grappig, maar zij is ook uh, zij is niet een lompe uh, monster. Zij, zij kan terwijl dat ze groen is haar mm. job doen. En, uh, en uh, ik heb daar een paar comicboeken uh, uh, zo, zo, ja. uh, trades van gelezen en dat is echt wel, echt wel leuk. Dus ik kijk ook wel echt uit naar die, naar die reeks en zij is in, in de comicboeken ook een advocaat. Dus, mm. dus dat had, ook, had leuk geweest als zij er ook op een of andere manier bij was geweest. Maar goed, whatever. Dat is uh, voor een volgende keer. Um, uh, ja, en dan. Uh, 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 ja, voilà. Komen eigenlijk alle oude Spider-Man-films uh, aan bod? Um, ik heb. Uh, ja, ik heb ze ook heb je, ze, heb je de oude Spider-Man-films ook herbekeken? Ja, want dat was echt lang geleden hoor. Ja. Zeker die, die Sam Raimi-trilogie, dat, ja. dat was echt lang geleden. Um, wat grappig is, want uh, mijn eerste Spider-Man is eigenlijk die van de tekenfilm, de 1994 tekenfilm. Ja. Um, dat was mijn eerste Spider-Man. Maar dat waren ook denk ik, de eerste Marvel-animatiereeks dat we zondag, uh, dan ik dan, als mijn generatie... Ja, ja. <coughs> Excuseer. Het ochtends op, op de tv kreeg was X-Men. Ja. En X-Men Animated en, en Spider-Man. Ja. Ik dacht ook dat dat mijn reden was, want dat waren ook de eerste die dan zo'n film kregen. Like de X-Men 1 en Spider-Man zijn zo'n beetje rond dezelfde periode, als ik me niet vergis. Ja, ja klopt. Ik denk X-Men ietsje eerder, maar het scheelt niet veel. Ja, ja. Omdat Batman was allemaal zo voor, ja, voor mijn tijd. Of toch zo niet wanneer dat heel al opletten was bij Superhelden? Uh, het is zelfs andersom. Ja, X-Men, nee, ik zei het juist. X-Men is 2000, X uh, spider man 1 is 2001, uh, of 2. Maar in ieder geval, dat is dus inderdaad vlak na elkaar. Ja, dat is grappig, want ik heb daar nooit bij stilgestaan. Omdat uh, mijn liefde zei ook van, ah ja, zij was dan vooral X-Men-fan. Mm -hmm. Ook vanwege die uh, tekenfilms. En toen was er geen, of toch geen goede uh, tekenfilm van Fantastic Four. Dus al ja. die mensen van jouw leeftijd hebben meer iets met Spider-Man en X-Men... dan met Fantastic Four. Terwijl in de, ja, in de geschiedenis van books. ...is Fantastic voor minstens even belangrijk en misschien nog wel belangrijker. Ik moet altijd eerlijk zijn. Ik zeg altijd, mijn, mijn eerste Batman was Kevin, Kevin Conroy in, in de ja. Batman-animatiereeks. Ja. Mijn eerste Spider-Man was die van 94. Mijn eerste X-Men zijn die van, ik weet niet, ook van de jaren 90. Ik kan niet exact uit je hart al komen. Nee, um, ja. en, en voor andere mensen is dat dan zo de films. Want Michael Keaton zit daarvoor en, en, en Adam West is ervoor met Batman en... Ja. en er was, al, er, waren al, er was al een Spider-Man-reeks. Ja, er die was een Spider-Man-TV-reeks die heel slecht is. Waar, waar, waar al, die heel heel op, al, al die memes op gebaseerd zijn. Ja. En er is zelfs een Japanse Spider-Man-reeks uh, die echt verschrikkelijk is. Die ik al jaren zoek op DVD, maar niet voor een normale prijs heb gevonden. Dus ik heb, dus als ik mensen heb vooral... daar iets van hebben, van die Japanse Spider-Man, dat is iets heel raar. Dat is een beetje Power Rangers, maar het is uh, 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 Spider-Man. Als iemand dat heeft of bezit of bij daar dat kan bezorgen. Uh, heel graag, want daar ben ik heel erg naar op zoek. Maar ook van die uh, uh, jaren 70 tv-reeks trouwens, want daar heb ik ook... Ik denk dat ik daar één VHS van heb of zo. Dus... Maar is dit nu de Marktplaats-podcast geworden? Of is dit is het de uh, Span mensen voor elkaar-podcast. Dat is de lange versie van... podcast. is eigenlijk de Span mensen voor je podcast ja. het, het, uh, Ik heb het laatst laatste tijd gewoon vaak dat ik realiseerde van... Volgens mij was ik toch grotere fan van bepaalde dingen toen ik jonger was dan dat ik nu besef. Is dat de like Spider-Man? Ja, ja. Is dat bij mij... Niet superhoog op de lijst, is, is dat zeker mijn top 5 favoriete superhelden, maar ik bezit geen Spider-Man-stuff of zo, snap je? Ik heb geen beeldjes of geen strips of... Ik ook niet. Ik heb letterlijk een t-shirt gekocht van Spider-Man in uh, Disneyland nu. Ik heb... Uh, nee, ja, ik heb heel veel spider man ik heb altijd... Ja, mijn eerste comicboek die ik gekocht heb in de jaren... Uh, die had ik kunnen laten flapperen natuurlijk, maar ik heb het nou niet... Uh, was een junior press uh, Spider-Man. Uh, de eerste die ik kreeg, die heb ik gekregen van mijn moeder. En de eerste die ik met mijn eigen zakcentjes betaald heb, die zit ik ook nog. Mm. Uh, uh, zoals Peter Parker, de spectaculaire Spider-Man, nummer één... met Boomerang als slecht Ja, dat weet ik nog. Dat is gewoon, ja, dat, waren, dat was mijn. En natuurlijk het feit dat dat. Het, uh, daarom werkt Spider-Man ook zo goed. Is dat dat een held is die. Ja, daar komen we wellicht zo ook nog wel op. Uh, uh, een jonge gast is. Uh, puberteit niet per se de meest populaire. Uh, uh, ja, die, 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 dat menselijke aspect van Pieter Parker is minstens zo belangrijk als Spider-Man. Ja, Spider het, uh, het, ja is, iedereen kan Spider-Man zijn. Hè? Ja. ja. Dan kan je uh, eender welke huidskleur, eender, eender, eender hoe altijd. niemand weet alleen maar. Nee, dat is zo. Maar dat is zo. Je, je moet gewoon per ongeluk in een laboratorium lopen waar radioactieve spin je bijt. Ja, nou, dat kan doel, in principe iedereen overkomen. Ja, maar ook gewoon het, het pak, hè. het is zo'n pak, je trekt dat ja. aan en iedereen kan daaronder zitten. Dus dan, is... Ik vind het wel altijd een lastige. Daar heb ik natuurlijk bij de comic books en bij de tegenfilmen ook niet. Maar bij de films heb ik daar altijd een beetje een probleem mee als dat pak uh, te groe gemaakt is. Dat ik denk van, ja, maar nu kan hem al webvloeistof maken en dan kan hem ook al naaien als, als fucking een naaister is. Uh, Vind ik altijd een lastige Webvloeistof ja, nou, Die nou, daar ben ik nooit over gestruikeld. Dat ze allemaal perfect met een stickmachine kunnen werken, trek ik elke rapper in twijfel. Maar... Ja, ik weet echt, maar ik echt, ik slijter het. En lukken... daarom vind ik dat zo goed bij uh, die eerste uh, Tom Holland, die uh, No Way uh, Homecoming. Ja. Dat hij zo'n beetje shitty Spider-Man-kostuum heeft om te beginnen. Dat vind ik goed. Ja, ja. ik vind het beste wat we ooit gedaan hebben met het, met het Spider-Man-pak de afgelopen 20 jaar is. Tom Holland zijn ogen tactiel maken. Dat er een beetje mimiek in dat pak zit. Ja, het, ja, ja. Het is een moeilijke, ja. hè. Ja. Uh, zeker als je die originele Spider-Man's van Sam Raimi terugkijkt. Like als die tegen een goblin praat. Ja, da, da, ja dat zijn twee statische... Dat zijn, ja. dat zijn action figures die tegen elkaar aan het spreken zijn. Ja, ja echt, wel. echt wel. En best vooral ook is dat Willem Dafoe zo'n expressieve muil heeft. En gedekt dat af met, met dat pak. Ja, dat is waanzin. Ja, dat ben ik helemaal met je. En, dat, en dat komt in deze film, hè, In de... In de No Way Home film. Komt dat extra tot uiting? Uh, de, 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 het idee dat ze dat niet zo goed masker vonden in die eerste ja. film. Ja, ja, wordt wel duidelijk gezet. Want er is een scène die heel erg lijkt op Spider-Man No More. Weet je wel, zo'n zo vuilnisbak. Waar dat ja. Op, ja, er is een iconische uh, uh, um, comicboek van Spider-Man waar dat ook. Waar, dan, waar hij zijn uh, ding aan hangt. En ik denk dat dat in de films ook wel in een zit. Denk je net hoe het zijn hij ook in een vuilbak of zo? Oh, ja, dat, dat vuilbakshot is een soort iconische cover van Spider-Man. En, en nu doet uh, Green Goblin dat eigenlijk ook. En dan gaat hij gewoon verder met een soort hoodie. En, ja, ja, maar het dat... klopt ook wel. Het ja. is die vaarse hoodie met die kap en half-half. Ja. En dan denk ik, ah, hij ziet er wel goed uit of zo nu. Absoluut, absoluut. En je ziet zijn fucking kop en Willem Dafoe heeft een fucking strafkop. Ja, dat is een karakterkopje. Dus ja, dat, dat is, dat ja, is dat heel dol om dat weg te steken. Want inderdaad, het, he, Willem Dafoe... Uh, wat ik ook heel gaaf vind, is dat de, de, de slechterik in de eerste film, is Green Goblin in de eerste film. En eigenlijk ook de overkoepelende slechterik in, de in deze film. Dus de, ja. de cirkel is rond, zoals we zouden kunnen zeggen. Mm -hmm. uh, uh, dus ja, de eerste, film, uh, uh, de eerste film is van 2002. Ja, daar waren we super uh, enthousiast over. Uh, ja, ik heb dat kapot gedraaid op VHS. Ik heb dat nooit in een cinema gezien. Ah ja, um, ja. Ik heb de, de, de derde. Heb ik een, uh, <laughs> de eerste, eerste Spider-Man in cinema was voor mij de derde. Ja, dat is wel spijtig. Uh, ja. Maar het, uh, uh, een leuke anekdote over die uh, eerste Spider-Man film, want ik heb eigenlijk niet zoveel... ik heb hem ook teruggezien, hoor. Ik vond het ook gewoon zeer, zeer goed. Mm -hmm. Maar uh, dat de oorspronkelijke trailer was met de Twin Towers. Juist dat hij een helikopter vangt tussen ja. de Twin Towers en dan No uh, ja. More Twin Towers. En, en, wa en wat gebeurt er? Al-Qaeda vernietigt die torens toch niet zeker? Nou, dan heel die reclamecampagne naar de klote. Ja, kijk, dat komt er die wel waren echt kwaad hoor, op Al-Qaeda. Ja, ja, sp spijt erbij bestaat Dat is ja, je moet daar niet op wachten. Hè? Dus dan hebben ze die uh, hele reclamecampagne. Ik denk dat er zelfs ook affiches en hè, die Twin Towers met. met uh, met een webtussen waar die waar die een uh, helikopter maar waarschijnlijk terroristen ook nog uh, vangt en dat hebben ze of ja bankovervallen of, op bank of alles, whatever en dat hebben ze ook moeten, moeten weghalen dus dat is eigenlijk wel wat, ja die film is uh, laten we zeggen begin uh, die is in juni 2002 hier uitgekomen dus de, ja die die reclamecampagne ging vanaf december uh, gespeeld hebben dus dat was ja, uh, ja. Uh, ja, de eerste film. Nu, ik heb aan Amelie gevraagd ook om de eerste uh, Spider-Man-film uit 2002 met Tobey Maguire als Spider-Man te bekijken. Dat moet ik nog opnemen, dus ik weet niet wat ze gaat zeggen. Ik weet ook niet of het leuk Misschien heeft ze morgen wel iets anders te doen of whatever. Maar in principe zouden we daar nu naar kunnen luisteren: naar uh, Amelie Albrecht, die de eerste Spider-Man-film gezien heeft. Focus, Amelie Albrecht. O, mee, hè? Hallo, hallo. Uh, welkom in de Spider-Man aflevering. Um, ja. uh, we, hadden, we hadden eigenlijk afgesproken dat jij de eerste Spider-Man film uit 2002 ging bekijken. Maar uh, die staat niet op de uh, respectieve uh, uh, streaming-sites. Dat uh, nee. wist ik ook niet, natuurlijk. Nee. En daarom heb je een andere film gezien, namelijk Spider-Man Homecoming. <laughs> Tuurlijk heb je die allebei liggen. Tuurlijk heb ik die allebei liggen. Hey, maar, want die andere Spider-Man, de eerste Spider-Man die we, zien, wou we laten zien, ja, je hebt het allemaal niet gezien, maar daar wist je wel dingetjes van. De wat van? Van die, eerste, van die oorspronkelijke Spider-Man, van deze. Ja? Daar had je wel al beelden van gezien, dat je verteld. Ah, dat, dat muilen omgekeerd. Maar <laughs> Nee, gaat het daarover? Ja, daar gaat het ja. Dat ja. muilen omgekeerd. Dat is een hele romantische, mooie scène... Ja, maar dat heet. In, dat kan je ook muilen omgekeerd noemen. Ja, dat klopt. Sorry, ja. Sorry. Sorry. het is laat. Maar al. in de homecoming scene zat er wel een verwijzing daar, hè? Ja, in de lift, hè? Ja. Dat is het al. Maar er wordt wel niet gemeld in deze. Er wordt neergemeld. Maar goed, dus het is niet Spider-Man uit 2018. Laat mij raden, omdat hij zich focust op de foute love interest. Ja, zo. So, ja, zeker. Maar ja, aan het, einde, aan, het einde van de, aan het einde van de film, van de homecoming, dan een weet echt... je wie ze echter liefje wordt, hè. Ah, die farse die toch, hè? Die farse. Die farse. Maar ja, die heeft dan zo... Die heeft bij vibe al zo van in het begin van de film niet zo veel te cool, wat. Uh, ja, maar ja... Dan ligt er dingen die kop al van in het begin, vind ik, van de film, maar ja. Ja, 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 ja. Maar goed, dus Spider-Man Homecoming, de eerste film met uh, Tom Holland als uh, Spider-Man. Nog altijd uh, Spider-Man, hè, Tom of niet? Hoe ja, dan, ja. Ja, hè, nu? Is hij nog altijd Spider-Man, hè? Ja, hij is nu nog altijd. Dus er is nu juist een film uit, en dat is de derde bij hem. En die heet No Way Home. hè. Ze hebben alle drie een titel met home in. Dus de eerste heet Homecoming. De tweede heet uh, Far From Home, dan gaan ze op reis. En de derde heet uh, No Way Home. Daar gaan en... toch ook niet veel brainstorms aan vooraf, hè? Aan die dat titel. is. Uh, ja, ik vind het wel iets hebben dat dat zo een beetje aan elkaar gelinkt. Ja, dat is ook wel echt cool, want ik ben er allemaal aan het kakken, maar... Drie... Ja, nee, maar ja, ze hebben echt, het lijkt alsof ze een soort plan hebben over, over het hele geheel. En ja, ik heb natuurlijk die derde film gezien, die is ook echt fantastisch. Ja, en als ze het niet hebben het plan, kunnen ze het nu altijd zo draaien, en dat wel leek... Dat, 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 dat het zo de... bedoeld was. Voilà, ja. zo doen we dat. Maar goed, dus dat is de film van John Watts uit 2017. Uh, wat vond je ervan? Oh, wel, hè? <laughs> Uh, um, ik, ik heb eigenlijk koesting om alles in volgorde te zien. Of zo. Alright! Ja, ja. Dus het heeft, uh, je vond het leuk? Het heeft je, het heeft je wel aangezet om, om uh, naar, naar te blijven kijken? Je vond het niet verschrikkelijk? Maar nee, totaal niet. Maar dat heb ik nog nooit echt gehad. Bij een nee, echt verschrikkelijk dat heb ik, heb ik, ik nog teken. nooit gehad. Hè? Um, maar ja, nee, zo, anders dan Star Wars heb ik hier zo wel het gevoel zo. Um, ik wil al die verhalen weten, toch? Ah, ja. Allee, zo, ja, toch wel, ja. Want ja, je had nog nooit een Spider-Man film gezien, maar je had ook nog nooit een Marvel-film gezien, Studie. Ja, denk dat ik nog nooit een film met een superheld in heb gezien. <laughs> dus dit was de eerste keer dat je een film met een super heb je nog nooit Batman heb je ook nog nooit gezien, die eerste boel. Oh ja, goed. Dat komt er ook nog allemaal aan dan, maar goed. <laughs> uh, Batman uh, dus... is niet Marvel, hè? Wat zeg je? Dat is niet Batman Marvel is niet Marvel, Marvel nee, dat is, dat is een andere... Wel. Die dingen weet ik wel. maar... Ja. Maar dat is zo, dat is collectief geheugen. Ik bedoel, het feit dat jij inderdaad zegt: ja, die, die kus ondersteboven. dat zijn van die beelden en van die dingen, dat weten we gewoon allemaal. Hè? Dat is ja. ook gewoon zo. Mm -hmm. maar, maar goed, dus de, dus, uh, je had er nog nooit iets van gezien. Maar in het begin van de Homecoming-film wordt er natuurlijk zo uh, ja, een beetje uitgelegd waar we zitten in het verhaal. Ik het is... altijd, ja. Ja, maar ja, nee, maar heb je dat dan niet nodig, omdat je natuurlijk die andere films niet gezien maar hebt? Maar ik vond dat, dat, dat duurt dan zo een lang, dat duurt misschien tien minuten, hè? maar dan denk ik, oké, okay, je hebt wapens gemaakt, en niks Want meer info heb je niet nodig, om die film te snappen. Maar, we, ja, oké, okay, je weet wie Spider-Man is, maar wist je ook wie Iron Man is? Maar ik kende die superheld, ja. Ja, ja. En dan, uh, wat is die naam van die... EP? Tony Stark. Tony Stark. Ja, en dan werd dan gezegd. Ik google Tony Stark. Ah, dat is Iron Man. Oké, okay, next. Ah, het is niet zo moeilijk. Ah, je, hebt, je hebt Google bij de hand die af en toe eventjes uh, de informatie Ik heb, ik heb uh, drie dingen gegoogeld. Oké, okay, wat dan? Ik heb de korte inhoud, de samenvatting, omdat oh, jij ja. ook zei: van ja, als je dat allemaal niet weet, oké, okay, dus dat heb ik gedaan. Dan even. Want ik dacht wel, maar ik wist niet welke superheld dat zou zijn, die het doet dan in je auto eerst, de Tony Stark dan. Ja, ja. Dus dat heb ik gegoogeld. Uh, en. Oh my god, is dat echt de Ultimate Fighting Champion uit Friends? Want die is zo veranderd. Ja, 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 Happy Hogan. Dus ja, dus inderdaad, uh, Happy nee, Hogan. Ik heb ik dingen gegoogeld. Ah, oh, zalig, ja, natuurlijk. Dat is een friends Daar dat ik zelfs niet ben stilgestaan. Dat is een Friends-connectie. Ja. Happy Hogan is de, regisseur, is de acteur John Favreau, die is ook de regisseur. En die heeft de eerste Iron Man-film uh, gemaakt. En de tweede ook, denk ik. Maar dus die heeft uh, uh, de Iron Man, dus die is eigenlijk. Want Iron Man uh, uit 2008 is dus een beetje de. Die heeft het Marvel-universum uh, op, op, op de rails gezet. En dat is door die gast, die de Ultimate Fighters, de, het lief van uh, Monica dan. In Francis, inderdaad. Ja, dat is grappig dat ik niet meer stilgestaan. Ja, dat is... ja maar daar dat, dat zit zoveel jaar dat zit me, minstens twintig jaar tussen. Dus ik, vond, ik was echt zo aan het denken. En ik zei: Ja, Natuurlijk, ja. ja. ja, ja dan daarmee heb ik hey, die heeft, die heeft, Want hij heeft ook een hele mooie jungleboek uh, uh, gemaakt. Die, dat is een hele goede uh, regisseur. Uh, eigenlijk acteren doet hij bijna niet, behalve in dit dan. Omdat dat dan uh, dat universum is. Hé, hey, en uh, uh, ja, dat is eigenlijk grappig, dat alle films die we kijken toch altijd wel een Friends-connectie hebben. Ik zie het gewoon <laughs> <nog> allemaal. Hé, <laughs> hey, en uh, want, uh, uh, je stuurde ook van oh my god, het is bij, het is bij kinderen en zo. Waar uh, stoorde dat? Of, uh, of ik niet? wist wel niet dat Spider-Man dat dat een, een, een puber was. Ja. Dat wist ik niet. Ja. Uh, maar ik vond dat wel leuk. Ik ja. denk dat ik dat minder tof zou vinden aan, aan een Iron Man-film of zo. Ik vond dat wel tof. Dat, 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 allee, het het klungelige eraan en zo. Want dat is waarschijnlijk altijd gegeven dat hij een superheld in wording is. Ja, hij is een, super beetje, ja. of, uh, ja, is een ja. superheld in wording. En dat is inderdaad... Het gaat ook over de stoere superheld die eigenlijk in zijn dagelijks leven helemaal niet zo stoer is. En die in zijn ja. dagelijks leven een beetje ja, een puberende, onzekere gastje is. Ja, voilà, ja. Wat ook zo stoem is. Hè? Want jezus, hoe ziet hij eruit? Eén, hij is geen zestien. Twee, no way dat hij op een school geen, geen succes zou hebben. Of allee, dat hij zo... <laughs> Ik zag uiteindelijk echt, my eye wants to go. Nee, ja, maar, hij ja. moet 16 uh, zijn. En, en van de drie acteurs die dat nu spelen, is hij de gast die er nog het meeste 16 van uitziet. Ja, dat dus dat is hij heeft wel een wel beetje een jongenskop. Uit. Maar ja, je weet ook, ja, echt 16 is hij natuurlijk niet. Nee. Hoewel, ja, wacht, in 2017, hoe oud is die man? Wacht, ik kan het hier opzoeken. Hè? Die, is, nee, die was uh, uh, van 96, dus die was uh, 18, 19 jaar. Ja. Wauw, van 96. Ja. <laughs> hey, en, want het is natuurlijk ook een beetje naar high school gegeven. Hè? Het speelt zich af in de high school. Ja. En, vind je dat leuk, high school films? Ik vind dat wel tof. En ik vind er hier leuk aan. Meestal vind ik van die high school films. Dat zijn zo van die teen, teen drama's. Romantische chick flicks. Ja. Maar ik vind hier dan leuk dat het uh, ja, ik zeggen een volwassen film is. Maar. Uh... Het grappige is dat ik van de week een film heb bekeken, maar die zullen we een andere keer bespreken. Die één? Ja, ik heb hem hier liggen. En dat is ook een high school film. Ja, maar dat bedoel ik met. Ja, dat. ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja, ik weet niet hoe ik het kan uitleggen. Dat is zo. Dat is niet te kinderachtig, bedoel je of zo? Dat, die, die, dat, dat, dat zijn chick flicks eigenlijk. Alleen toch een beetje. Ja, ik, vond, ik heb daar echt goed mee geamuseerd met die Easy A. Oh, en we gaan nee. het daar ooit eens uh, uitgebreid over hebben. Want ik ga jou ook al de films laten zien waar die film aan refereert. Want dat weet je natuurlijk niet. Maar Easy A, dat gaat over Ferris Bueller's Day Off. Dat gaat over The Breakfast Club. Dat wordt benoemd allemaal. Hè. John Hughes en zo. Dus Ik, ik weet dat zeg, maar... het wordt genoeg benoemd. Dat ik weet, oké, okay, dat zijn referenties naar... Ja, dat is echt iets. Ja, ja, en Ferris Bueller's Day Off is een van mijn favoriete films aller tijden. En daar zitten gewoon drie letterlijke verwijzingen in. Dus ik, uh, ik ben fan van Easy A. Uh, dus, maar goed, terug naar uh, Spider-Man Homecoming. Dus uh, 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 je vond de... En, en uh, vond je het grappig? Vond je het spannend? Ik vond het grappig. Ik vond het eindezalig. Um, als het bedoel... zo heel, heel dramatisch is dat hij dat, dat Spiderman-pak dan in zijn kamer terug aandoet. Ja. En dat die moeder daar in één keer achter staat. What the fuck. Ja. ja. Heel, heel tof, ook heel tof. Uh, dan maak dat ik de volgende film wil zien of zo. Elisabeth, ja. Ja ja, tuurlijk, 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 Ja, dat is ook zo. En het is ook echt wel een soort er zit ook altijd en dat is bij Marvel altijd, wel, er zit ook altijd wel een soort soapie element in van oh, wordt hij verliefd en krijgt hij een relatie en hoe zit het dan thuis en en dat is leuk. Dat, die Wat wat zeg je? Leuk. Ja, dat is tof hè. Het, het, grap, het rare voor mij is natuurlijk dat in mijn beleving maar van spider konden, want die stoemen met... Uh... <laughs> Die ligt twee uur te maffen tijdens je film en nu moet hij hem. Een... Ja, dan wil hij toch aandacht, hè. dan geef je mij aandacht. En dan denkt hij: oh, het is eigenlijk voor mij de aandacht. Hé, <laughs> hey, nee, maar, maar, wacht maar, wat ga ik nou zeggen? Jesus die nu zijn toilet aan het drinken Ik dacht dat hij niet <gülme> gaat pissen. Die heeft in een drinkbak staan en die nu is nu zo de gewond om met WC te gaan drinken. Ja, misschien ja, is dat water lekker erop dat jij erin gepist hebt. Ik weet het niet. <gülme> ik weet niet. hem doen. Maar zeg maar. Ah nee, ik had eerst nog een vraag. Ah, ja. Waarom noemt hij zijn moeder bij haar voornaam? Omdat dat niet zijn moeder is, dat is zijn tante. Dat had is... ik allemaal wel moeten zien dan. Ja, dat is zo'n beetje wel geweten. Uh, 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 want zijn, zijn echte ouders zijn overleden. En dit is eigenlijk zijn, pleeg, uh, zijn ah, pleegouders. Ja, dat en dat is maar... zijn tante. En hij noemt die. Ja, en normaal gezien is die, is die vrouw is dat echt een beetje een oud besje. Als je die in andere, andere films kijkt. Dan wordt hij uh, in in, bij Andrew Ruffin wordt gespeeld door uh, Sally Field. Dus dat is een, echt een, een oudere vrouw. En nu is dat, ja, zeker voor mij, helemaal geen oude vrouw. Gewoon eigenlijk een lekkere Gewoon, ik, gewoon <laughs> Een lekkere Terwijl, dus, Dat wil zeggen dat A, ah, ik heel oud ben. Maar ze hebben die, dat personage ook iets verjongd. Uh, nu, ja, die is ook wel bijna 60, uh, geloof ik. Want die is van 19. Ja, voilà, maar, maar goed, dat is nog wel een mooie vrouw. Ja. Ja. En zit daar in deze film ook al, want dat ben ik eigenlijk vergeten. Ik heb hem zo half geskimpt. Dat, dat Happy Hogan, dat die de John Fravo personage. daar wel een tof van Madame vindt? Of hebben we dat hier nog niet gezien? Dat zit Ah, in. dat komt dan in de volgende film. Dank u voor de spoilers. Ja, spoilers, sorry. Maar ik, ik moet wel zeggen, ik had nu ook wel het gevoel, want ik weet dat er wordt gepleit bij de laatste film in de cinema. En dat dat ja. uh, iets heel zot is. Ja. Um, uh, dus mee, mee, doe het is met do-it-gaan. Ma Alleen, maar als wat. <laughs> Je zie dat online verschijnen, ja. Jongens. Ja, ja, voilà, ja dat, dat ik ben, kom ik niet aan. Ik ben nu wel benieuwd. Um, ja, ik ben er nu wel benieuwd naar. En ik ja. denk dat, dat ik ga mee zijn. Moest ja. ik alle films we gezien hebben, hè? Ja, maar ja, goed, je hebt nu al deze gezien. En ja, als je dan van die andere films zou je ook uh, kunnen kijken. Is dat, is dat uh, uh, het feit dat dat zo zich in, de, in New York afspeelt? Maar wel in een soort New York waar... He, want dat sturen die ook, dat die superhelden, Ja, die zijn gekend. Hè? Dat, is, dat is een deel van maar ook die mensen wel cool, hun leven. Want dat wist ik helemaal niet, maar dat is inderdaad dan, dan bij die Marvel-films, die, die zijn er dan, ja. dan of zo. Die, ja. Iedereen kent die. Want, want die Captain America, wat doet hij op die schermen op die school? Ja, dat, lekker, dat, die wordt zo'n beetje misbruikt als een soort uh, spokesperson. Hè? Ja, dus die moet de hele tijd opdraven. <laughs> Vind ik wel goed. Ja. Uh, maar ik heb oprecht ook al een aantal keer. ...heel goed moeten lachen, en ho hoewel dat ook wel voorspelbaar was. Ja. Maar zo echt moppen, zo, er, er is in uh, een gegeven moment... Nadat die liftje uh, in Washington daar is gevallen... Ja. Um, dat, dat nieuws daar staat en die uh, leerkracht of whatever zegt... Uh, uh, ik, ik zou niet graag een kind hebben verloren op, op een schooltrip... Uh, en dan zegt hij, again... Allee, zo, ik had het wel de komen, maar ja. ik, weet, ik, moest wel, ik moest wel lachen vaak. En, ja. Uh, ja. ja. Vond ik wel top. Ja, het is echt vlot, uh, vlot geschreven. Het, het neemt zichzelf niet serieus en toch heeft het wel ook de dramatiek. Want... Ja, het is ook realistisch. Het ja, ook in, in alle onrealisme is het toch realistisch of zo. Ja. ja, het is nergens ver weg. Het is. je weet wel een andere. Ja. Galaxy 4 far, far away. <laughs> het is niet de Galaxy 4 <laughs> Far, far away. maar nu, Er zit wel far. een Star Wars verwijzing in, hè? En je had hem, hè? Nee, niks ontgaan wij nu nog. Is, uh, ah, echt, uh... Mijn opleiding begint zijn vruchten af te werpen. Mijn tickets voor zijn heeft... al besteld. En al. Wat zeg je? Mijn tickets voor facts zijn al besteld. Yes, al. Hoera! We gaan samen naar facts sowieso. Ja, eigenlijk moeten maar... we dat wel doen. Natuurlijk ja, moeten we dat doen. Natuurlijk moeten we dat doen. <laughs> nee, de, 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 ze spelen met een grote uh, uh, Death Star, uh, Star Wars Death Star uh, dingetje. En dat, uh, dat zit erin. En jij stuurde oh shit, ze, 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 ze zitten Star Wars referentie. Ik moet wel eerlijk toegeven, als ze dan die homecoming begon, dat heb ik je ook gestuurd. Dat ja. ik zei, Jesus dat ik nog drie kwartieren zijn in real time, omdat ik echt ook dacht, wat gaat dit zijn? En dan dacht ik, ah ja, de, de vecht zijn, eens, hè. Dus niet echt vreemd opgelet, want ik weet hoe dat gaat aflopen. En dan als ja. het zo gedaan was, dan was ik terug, ah ja, oké, okay, goed, so En nu gaan we verder. Um, ja. Ja. Hey, en dat is ook een beetje sopie, dat is eigenlijk vlak voor de homecoming, het feest scene, uh, uh, dat, dat die scène in de auto en, en het feit dat, die, dat je niet weet dat, dat uh, Michael Keaton eigenlijk de vader is van zijn date. Vond je dat niet spannend en goed gedaan en dat je dat ja. niet zag aankomen? ik vond dat inderdaad wel ferm, Ja, ja. Maar dat had ik ook niet gedacht. Nee. Dat had ik nergens aan gedacht. Nee. Dat is zo'n een, een plot, een twist die je niet voelt aankomen. en die je ineens je van: ah ja, natuurlijk. Dat is wat die heeft de, de, de meest logische leeftijd. Het gewoon, ook maar gewoon een vent. Dat vind ik ook goed dat er slechterikken. Marco Kieten in ieder geval, een supergoeie acteur is. ook ge gewone mensen zijn. Ja. Het ook. Ja. Want je vraagt je dat, denk ik, soms af. En zo'n slecht film, maar wat doet hij daar buiten? Ja. Buiten zo slecht. <laughs> en... Ja, en nu en bij deze, oh, weet is. je, bij hem weet je echt, ah ja, die is zijn job kwijtgeraakt. En dit is eigenlijk nu wat hij doet, omdat hij gewoon ook zijn familie wil onderhouden. En dan heeft hij ook wel een beetje een zot trekje. <laughs> maar, maar in principe is het geen slechte gast. Ja, nee, inderdaad. Tala. Voilà. Zijn er nog dingen die zijn opgevallen die waar je, Waar maar ik je... mij nog afvroeg, volgen ja? die films allemaal op elkaar? Dat kan niet, hè? Nee, dus... Alle de... Spider-Man films bijvoorbeeld, begint dat altijd met... met... Ja, ik weet niet hoe dat ik moet zeggen. Begint dat altijd met de... Ja, is er altijd gewoon wat hetzelfde? Nee, dus... Het, 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 het rare is um, dat de, dus die andere Spider-Man, dus die, die we aanvankelijk wou zien... Dat is eigenlijk een soort origin story. Hoe die Spider-Man geworden is. Hij is gebeten door een radioactieve spin. En dat zien we dan allemaal. Dan heeft hij drie films. En dan is het een andere acteur. En die begint in, opnieuw. Dus die, ja. das, die wordt ook weer gebeten met een andere, andere uh, mensen eromheen. En weet je wat. Dus dat begint helemaal opnieuw. En deze film is weer een soort herstart. Alleen... Ah, ja. Die laten niet, en dat is er zo goed aan, die laten niet nog eens zien hoe die Spider-Man geworden is. Hij legt we het, het wel niet. uit, ja. maar we weten het al. Maar de film hierna volgt daarop. De film hierna wel, ja. Dus en alle daarna... films met Tom Holland, de, de drie films van Tom Holland, waar de laatste nu van in de cinema is, dat is echt een vervolgverhaal. Ja. En dan die twee daarvoor ook, en die drie daarvoor ook. Dus zijn... Eigenlijk kan ik nu naar die tweede kijken ja. met Tom Holland, en dan naar de cinema, naar de cinema gaan. Maar in de cinema, die nu in de cinema draait, die verwijst ook wel naar die andere Spider-Man-films. Dus die verwijst ook naar, de, naar, naar, die, naar deze. Ik heb er al een beetje minder hoesting in. Hè? <laughs> ja, nee, maar ga kijken zeker wel naar Far From Home. Dan gaan ze uh, op schoolreis. En dat is ook funny. En dat is goed. En, uh, ja. en Jake Gillenhaal vind ik een heel leuke acteur. Dus dat is ook gewoon een toffe film. Maar, uh, maar ik vind deze. Dit was wel een, een van de beste uh, uh, toen hij in de cinema was. Toen waren we echt al van, oh fuck, dit is echt een goede Spider-Man. Het, het gastje ziet er geen veertig uit. Uh, uh, het is echt high school, dat gevoel. Cool, en ik ben benieuwd. Dus, uh, voilà. Ik ben blij dat we je hebben geïntroduceerd in het Marvel Universe. Oh my god. Kalm blijven. Het duurt niet lang meer of ik maak een echte nerd van jou. <laughs> En zodra als, als Fax er is, dan gaan we er samen naartoe. Dat, dat zolang doen dat ik mijn eigen nog niet in een huis uh, op, op uh, Zwijnsten heb uh, ingedeeld, <laughs> ja, als... One no Freaking Way. Nee, ja, voilà. Zolang, je, nog niet, zolang je, je, je je boekenkast er nog niet zo uitziet zoals de mijne, dan komt het allemaal goed. Dat ga ik nooit kunnen, denk ik. Ja, alles kan, alles kan. Uh, ja, ik heb ook nog hobby's gevonden op latere leeftijd. <laughs> Alright, lieve schat. Enorm bedankt om eventjes bij mij erover te, te willen spreken. Ja. En uh, veel plezier met alle andere Spider-Man-films. <laughs> ik ga mijn best doen. Bye-bye. Salut. Amelie Albrecht over de eerste Spider-Man-film, hopelijk. Maar goed, uh, uh, ja, je hebt ze allemaal ook. Ik heb ze ook terug Je hebt ze ook terug bekeken. Wat vond jij van die eerste? Um trager dan met je herinner, trager, niet op trager, maar niet op de slechtere manier of zo. Like, het pakt wel echt zijn tijd om Spiderman te worden. Ja. Um, was ook vergeten dat hij niet eindigt met Mary Jane uh, op, het, op in die film. Nee. Dat hij, nee, dat is gewoon, like, ze kussen op die begrafenis van uh, Osborn ja. denk ik op het einde. Ja. Maar hij zegt nee, like, zij, ja. zij, na zo van her en der te gaan, want ze vrijt met Flash, die versie van Flash Thompson. Ja. Daarna vrij ze met Harry Osborne, om dan toch te naar hem te keren. En ik denk dat hij zegt nee, en dan kussen ze, en dan trapt hij het af en zij heeft ze die blik van ik herken die kus. Ja, juist. Want dat ik was heb de onderste boven ook. boven bovenkus gedaan, waar ja. uh, uh, de, de stijfste tepels van mijn puberteit uh, uh, onderha. Ah. Wat ik wel weet, want ik heb Amelie nog niet gehoord, jullie wel nu, de luisteraars, maar ik heb het nog niet gehoord. Maar ik weet wel dat uh, ze hebben nog niet gezien hadden, natuurlijk, de Spyware-film. Maar dat dat beeld van dat bovenkussen hmm. dat ze dat wel wist ofzo. Dat, is wel, dat hmm. is wel een beeld wat iedereen kent ofzo. Dus dat is wel ja. En dat is ook in andere films, in andere plekken, heel veel uh, nagedaan. Hè? Ja. Maar, en inderdaad, dat is in de regen, dus het is allemaal een beetje nat en een beetje koud en een beetje. Ja. Top. Aantrekkelijk, ja. Op zijn um... ja, weet je... En, en uh... ik weet niet of jij dat ook vindt, maar er zijn altijd acteurs die superhelden spelen. Er is toch altijd zo'n aspect van ze zijn altijd beter in het een of het ander. Zat te like... ja. Tobey Toby Maguire is een betere Peter Parker dan een Spider-Man of zo? Ja, helemaal akkoord. Helemaal akkoord. En, ja. en, en dan nog, nee. ik heb het hier nou even opgezocht. Films waarschijnlijk opgenomen in 2001, uh, de man is van 1975. Dus die was uh, 26 jaar. Ja, ja, die, ja, ja, dat is sowieso bullshit. Als je daar nu naar kijkt, en die moeten allemaal uh, op net geen 18 voorstellen, ja. want die, well, dat is een overbrugging, dat is zo twee jaar of zo, like die in het begin van de film zitten ze op het einde van hun laatste middelbare schooljaar, ja. en dan uh, gaan ze ook naar college of zo, denk ik. Ja. Pak dat die film een jaar of zo, een jaar en een half is. Ja. Maar uh, niemand is daar 17. Nee. En... Niemand is 17. Nee, en Kirsten Dunst, ja, ik bedoel, die was 20. Dus dan denk ik van, nou, ah, oké, okay, whatever. Uh, uh, ja, dan accepteer ik nog. Ja, maar ja. ja. <laughs> Tom Holland kan nog wel even mee voorachter. Ja, Tom, wat dat betreft is Tom Holland natuurlijk. Uh, want ja, ook James Franco, die is van 78, dus die was, er ook al, die was er ook al dik in de 20. Ja, dat is toch. Ja, ik vind dat wel een probleem of zo, dat we mensen van 16 kaasten van mensen die over de 20 zijn. Ik vind dat. Ik vind dat een Het komt gewoon goed uit dat zo een Tom Holland en een Zendaya. Kledij doet veel, hè? Kledij ja. en haarstijl doen veel. Absoluut. Ja, ja, want als je die Zendaya op zo'n zo première ziet. Ja, die... en Zendaya is de actrice van de laatste drie uh, spider mans uh, En die ook in Dune zit trouwens, fantastisch. Ja, als en je, als... Als je... Ja, een Roeloper is dat een waanzinnig knappe is vrouw. Is een ongelooflijke mooie uh, volwassen vrouw. En in die films ziet ze er echt een beetje die leeftijd uit. Ja. Ja, ja, misschien is dat ook omdat ik oud ben of zo... ...maar ik zie dat dan bij haar minder. Ik heb dat ook, dus gewoon... De, ...het is die, die fluff van de haar en, en zo afmattende afmatte de kledij. Ja. Uh, en ja, hetzelfde en, en met Tom Holland, hè. Ik bedoel, is wel buff of zo. Hij is, is niet meer zo schriel als in Civil War. Nee, nee. Ja, klopt. Maar... Ja, die, niet... Zendaya, die, is toch ook al, die is van 96, dus die is toch ook al, uh, al 25, hoor. O oh ja, dus en hij is... Hij is niet zo groot, Allee, Tom Holland is niet zo groot en even Jong Koppeke, dus uh, die kan nog wel even. Ja, die spelen. geloof je wel. Hè? Die gelo ja, want we, de, uh, voordat de film begon, zagen we die trailer van Uncharted, waar Tom ja. Holland ook in speelt. En dan denk ik van, ja, misschien is die nog een beetje jong voor, voor, voor iemand die. Sowieso, Uncharted. die in een charter film is een heel ander verhaal, maar dat is een raar dingetje sowieso. Het is een rare keuze dat ze zo jong zijn, want. Esthetisch klopt die film niet helemaal, alleen zijn kledij klopt in die trailer. Ah ja, maar, oh ja ik ken dat natuurlijk niet zo van z'n videogame. Maar nou, Mark Wahlberg zijn karakter Sully is ook zo like, oud en grijs met een moustache of zo. Dus ah, en allemaal... ze dus hebben we gewoon alles tien jaar verjongd. Ja, in de hoop dat 20, het misschien jaar. verkiezen wordt. Ja, ja. Ja, want, want mij, dat personage, als ik die op affiches zag van Uncharted, dacht ik dat ik dan dertiger was. Terwijl ja. Tom Holland ziet eruit als iemand rond de twintig. Hij is ja, dat... er 25 ook, maar hij ziet eruit als rond de 20. Ik denk dat het idee is dat dit hun eerste avontuur samen moet zijn. Dat dat moet ah ja, zijn year one. Uh, uncharted ja. uh, the begin, uh, Year no. begins, zeg maar. Ja, ja, okay. Maar goed, dus, uh, maar, ja, Tom Maguire wel wat aan de oude kant, maar een goede uh, Peter Parker. Een goede nerdy Peter Parker. Klopt, ja. volledig. Die domme uh, doofie blik. Wat zeg je? Die domme doofie blik. Ja, absoluut. En dan. En dan uh, ja, het verhaal is ook best goed. Uh, Green Goblin, de eerste Spider-Man film. Ook de basis uh, Spider-Man slechterik. Ja. I love it. Een uh, beetje lang misschien. Uh, wel, uh, ook, uh, ja, wel een goede film. Ja, weet je, weet je, wat ik misschien wel heb? Um, nu door No Way Home. is het, Ik vond het eigenlijk fijn om Willem Dafoe ietsje langer als Norman Osborn te zien. En niet als de Goblin. Ja. Snap je? Omdat hij... Die... Ik vind dat hij sowieso heel, vrij nors is over heel de film. Ja. Omdat de meerder, meerderheid van de tijd dat je hem ziet, is hij niet geïnteresseerd in die zoon. Of kwaad over de funding van dat project dat hem aan het maken is. Ja. En daarna injecteert hij zich met die rommel en dan wordt hij gobbelen. En eigenlijk blijft hij wel gobbelen voor de rest van de film. Hij is nooit filmen. kwetsbaar of hij is nooit menselijk of zo. Hij is ja. nooit sympathiek. Ja, ja. Je ja, weet wat... dat ze doen zo dat Thanksgiving-diner en ja. daar is ook al zo'n. Ja, dat is een ook al een beetje onaangenaam. Ja, klopt. Terwijl in No Way Home. Pak Norman Osborne wel lang genoeg over om te realiseren: van ah ja, er zit echt wel een goede gast in. Ja, die scène in, in dat uh, opvang, het, uh, shelter waar, 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 waar uh, ja. uh, En mee werkt, ja, dat is een goede scène, want daar heb je, dan denk je: ah, oh, hij is menselijk geworden. En dan, hmm. en dan zegt Pieter Parker denk dat ook. En dan, denk, dan zeggen wij: nee, nee, niet doen, niet doen. Weet je wel, dat is, ja. dat is heel goed gedaan. En die menselijkheid, en dat is misschien ook een goed bruggetje uh, uh, naar de volgende. Daarom is de tweede Spider-Man film met Tom McGuire zo goed. Hm. Omdat Dr. Octopus die menselijkheid al heeft. Die heeft zijn vrouw, die, 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 die is sympathiek. En het is niet helemaal zijn schuld dat hij slechterig wordt. Ja, ja, het is die chip. Het is een nek die doorbrandt. Dus, ja, ja de, de, de tentakels maken hem gek en niet omgeke, omgekeerd. Dus, dus ja. ja. Dat is wat natuurlijk heel... wel een beetje dubbel is, want in de eerste film, en ik heb het nu, want ik heb nu de, de Andrew Garfield, eerste Amazing Spider-Man, te kijken: uh, dat er een soort, uh, uh, en wat Venom ook heeft, uh, mm -hmm. uh, dat, de, de, dat er een soort schizofrenie gaande is die tegen je babbelt. Ja. Hè? De, uh, uh, dat heeft uh, Green Goblin letterlijk, mm. daar wordt tegen gebabbeld. Uh, uh, Dr. Octopus heeft dat ook, maar gelukkig niet dat we die stemmen horen, maar hij babbelt wel terug tegen die tentakels. Ja. En The Lizard heeft dat in de, in de uh, film met Edward Garfield ook. Dus dat is misschien wel een beetje iets wat ze iets te vaak doen of zo. Ja, dat is waar. Daar heb je wel een punt. Maar, maar vind jij ook de tweede Spider-Man-film met Tobey Maguire ja, de beste? Ik, ik, ja, ik kon me dat niet herinneren dat hij zo goed was. Oké, okay, ja, ja. Ja, ik had echt wel zoiets van: bob bo, je bo, bo, tweede Spider-Man. Ik heb het dan naar bekeken voor de eerste keer in. in was dat dat ding is uitgekomen. Ik heb die, ja. Dat is ook diegene die ik het minst gezien heb, hoor. Ah ja. De tweede. Uh, en ik, had, ik was echt oprecht vergeten en ik had dat toen ook niet door. hoe dat ook, ook dat ik was toen die film zag. hoe goed dat die tweede Spider-Man eigenlijk wel is. Ja, dat is echt, dat is echt fantastisch. Dat is en echt. niet alleen gewoon uh, inhoudelijk, maar ook qua effecten is die ook een gigantische stap vooruit op die eerste. hoe goed dat die eruit ziet. Ah, dat is grappig. Hier, ik heb deze toevallig vandaag binnen. Uh, deze comicboek, een, een Nederlandse, dat is nog voor de Junior Press. Dat is de Hip Comics, de Wonderbaarlijke Spinnenman, En dat is dus een uh, reproductie van deze uh, uh, Spider-Man, uh, Dr. Octopus versie. Uh, ja, het, het, het blijft overeind. Die, die, die slecht is goed. Uh, ja, ik, dat was tot nu, was dat mijn favoriete Spider-Man film wel. Mm -hmm. Hoewel die, die met Tom Holland ook allemaal zeer goed zijn. Maar het was wel, wel, uh, wel goed... Het, het heeft nu wel een dingetje... Als ik, je mocht me corrigeren als ik fout ben, hoor. Ja? Ik denk dat het een tweede is. Dat ik nu geen grote fan meer van ben. En dat komt vooral door alle andere superheldenfilms dan dit doen. Is even de krachten kwijtgeraken. Ja. Dat, dat boeit me niet meer. Daar ben ik echt klaar mee. Nee, dat is, dat is het minste van die film. Dat, dat, dat vertraagt het ook het meest. Dat ja. is ook zo. Dat vertraagt iets. Dat hebben we eigenlijk... Ik weet niet precies waarom we dat nodig hebben... Het gaat een beetje over, uh, ik ben mijn zelfvertrouwen kwijt, dus ik ben ook mijn krachten kwijt. Hè, dat het allemaal een beetje geestelijk uh, ja, aan elkaar gelinkt is. Een gigantisch, is. Gigantisch maar... Ja, gigantisch uh, impotentiemopje. Ja. Maar, ik weet niet, doe gewoon voor. Zeg Spider-Man, de film heet Spider-Man. Klopt, v vind ik ook. Nu, in de derde gaan ze nog een stapje verder. Dat is helemaal verschrikkelijk, is, hè, waar waren dan de, de ik-ben-cool-vibe uh, uh, <laughs> Ja. En dat is helemaal. Oké, okay, dan heeft hij nog wel zijn krachten, maar dan doet hij zo. Dan heeft hij ook een soort persoonlijkheidswisseling. Dan wordt hij emo. Dan wordt hij emo. En, hij emo, ben, en ben dat, is, en dat emo. klopt totaal niet bij dat personage en bij die acteur. En dat is zo slecht gedaan. Ja, ik, weet, ik heb de derde in de cinema gezien. Dat was mijn eerste ja. Spider-Man in de cinema. Ja. Ik heb hem nu herbekeken voor de eerste keer sindsdien. Minder erg dan ik dacht dat hij was. Ja. Voor nou, zeker het eerste anderhalf uur. Dan denk ik, well, zo erg is het toch allemaal niet? Ja, ja, maar um, ja, je weet wat het probleem van die film is. Hè? Zonder Venom was dat een betere film. Ja. Er is Venom in geschoenlepeld. Ja. Um, en dat sleurt de film echt naar beneden, want ik ja. weet dat ik zat er met mijn lief naar te kijken, en die film uh, Venom, die meteorietland, En dat is zo net waar, waar ze zo weet dat, in die bomen liggen, in dat in da spinnenweb, zo waarom ze ja. shit aan het verkondigen zijn. Ja. En het Venom-dingetje hecht zich vast aan zijn brommer en zo gaat dat mee naar zijn appartement. En dan gaat de film echt een uur door. Maar ja. echt een uur door, dat ik om duur te in mijn liefde zei van... Kleeft Venom nu nog altijd aan zijn brommer? Ja, ja. Snap <laughs> het dan in een maar, keer... Is het ja. alsof dat ze herinneren... Ah oh ja, juist Venom. En dat krabbelt dat van een keer achter zijn nachtkastje. Ah oh ja, oké. Okay. Ja. Nee, maar je voelt aan alles... Kijk, het probleem met die Venom... Uh, viel, uh, die Venom van uh, Spider-Man 3 is... Uh, uh, ja, ik vind uh, Top, for, Top for Grace een hartstikke leuke acteur. Ja. Maar dat is niet Eddie Brock. Nee. Ik weet niet hoe die werd afgebeeld in die, in die uh, tegenfilms. Maar in de scoreboek ze is dat een beetje een breien. Oh, ja, dit, kerel. in de is dat zo wat een breien kerel. Die zo wat de, de, de concurrentfotograaf is bij de Daily Bugle. Hè? Ja, dus uh, dat hebben ze wel meegepakt. Dat concurrentfotografie-ding. Maar ze hebben er een beetje een heel vervelend mannetje van gemaakt. Terwijl dat had een. Dat had een stoere kerel moeten zijn. Waarvan je denkt: van... fuck, als die dat pak krijgt. dan slaat hij me van het kastje naar de muur. Dat is een beetje de idee erachter. Ja, Tover to Grease is. Ik zie je heel raar bezig. Ik ook. 7 Show, top wat hij ja. daar doet. Maar dat is de sarcastische nerd. Dat is niet. Dat is, niet, dat is eigenlijk een Spider-Man. Maar niet. Ja. Nee, die had gewoon. Nou, dat, en misschien was dat dan hun idee van. Ja, dat is ook een soort Spider-Man. Ja, nee. Dat moet, een, dat moet eerder een Flash Thompson. Dat moet eerder een. Een, een, een grote, wekkendere uh, uh, nou. kerel zijn dan dat. En, en, uh, ja, dus de, en je voelt, ik denk ook, het verhaal gaat dat Sam Raimi ook niet wou. En dat het echt van Sony moest dat Venom erin uh, zat. Ja. En, en, en dan krijg je dit. Het enige voordeel is natuurlijk dat, nou, ik ben wel fan van het zwarte pak. Ik vind dat zwarte pak gaaf. Hè? Dat is, uh, 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 dus dat is leuk dat dat erin zit. Ja. Maar, maar, maar. Uh... Ja, jij vindt die Venom-films die nu gemaakt zijn met Tom Hardy, vind jij ook niet zo goed, hè? Ik vind het niet goed. Ah, ja. Ik vind het echt niet goed. Um, ik vind ook dat hij dat hij, ik vind dat ook een ik vind zijn acteur, zijn... I love Tom Hardy, maar ik vind ook de keuzes dat hij daar maakt als acteur, hoe dat hij daar speelt. En, en ik vond die eerste Venom nog oké, okay, maar hoe ja. slordig, slordig. Ik dacht, oké, okay. dan is die. die... Carnage, en ik ben wel een Carnage-fan. Ja. Uh, maar ik vond... Ik had het al wat moeilijk met Woody Harrelson, mijn gekke pruik op. Ja. ja ik heb uh, nog het zie niet zien een Carnage film. Ja. Uh, en dat duurde maar 90 minuten. En ik heb dat gezien in de cinema in Londen. Ah ja. En ik ga echt eerlijk zijn. Zonder ondertitels. En ik, ik kan Engels. Ik ben niet achterlijk. Nee, I know. Het stond de helft van de film niet. Ach. Ik versta die fucking symbiots niet. Ah, en ja. ik versta Tom Hardy soms niet. Ach... Verstond hem niet. We ik, ik, dat heeft mij dubbel zo kwaad die cinema uitgejaagd. Ja, ja, ja. ja Kijk, nu ben ik die films echt stront, strontmoe. Stop het. Echt, ja. geen Venom meer nu. Gedaan. En ja, dat raad... is niet waar, want we hebben, we hebben gezien dat er nog verder aan gaat komen hoor. In de, in de Noël. Ze hebben net een, uh, ze hebben net, ze hebben een paar maanden geleden de trailer aangekondigd voor Spider-Man 2 voor de PlayStation 5. Dus het tweede spel van dat Spider-Man-spel. Ja, oké. Okay. Uh, met Miles Morales en Spider-Man. En Venom wordt daar de grote slechterik in dat spel. Ja. En ze glimzen hem even, ze laten hem even horen. En het is Tony Todd die de stem doet van Venom. Weet je de gast die Candyman speelt die zwart. Ah, ja, 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 dat klopt wel. Ja. Nu al een betere Venom dan alle Venoms <laughs> dat we gehad hebben. Ah. Ja, dat... ja mini-spoiler: credits van No Way Home. Ja. Nee, Oei, mijn, ja, sommige die... mensen vinden dat geweldig. Natuurlijk. Nou, ja. Ja, ja, ik vond dat wel. Lekker uit die film. Nou, oh, ik, nou, ben, wij... ik ben geen Venom-hater, maar ik ben ook niet de grootste fan. Maar ik vind, ja. ja, ik, uh... ja maar nee, ik, ik hou wel het karakter Venom. Het is gewoon. Ja. Ja, ja. Verstaat die ook niet zo die rare, twitchy, vervelende, hyperactieve, zweterige Tom Hardy? Brr. Nee, ja, ik vind, ik vind dat niet zo slecht. Maar ik vind die. Ik ben, ik ben ook niet zo'n groot fan van omdat ik natuurlijk ik ben wel een beetje. Uh, jaren tachtig en uh, vooral uh, ook ja, die weer eerder dan terugkijkend van, en stoppend in de jaren tachtig en daarvoor en dan is er van Venom nog geen sprake hè? die is eigenlijk maar bedacht in de jaren, uh, eind jaren midden jaren tachtig eind jaren 80, in begin jaren ik zo zijn, ik vind spiderman ik vind Venom leuker als hem op spiderman hangt dan ja. als like, ik vind al die klassieke slechteriken veel leuker om naar te kijken ja ja like, ik, ja, ik vind het sowieso allemaal... geen goed idee om een film te maken over een slechterik van hem. Van een, uh, van een superheld waar we de superheld dan zelf niet in zien. Ik vond dat bij Suicide Squad ook een probleem. Ik bedoel, dat zijn, ja, uh, uh, of toch zeker bij die eerste, bij die tweede viel het al wel al, al mee. Maar als jij een film maakt, of, of Joker, als jij een film maakt over de slechterik van de superheld, dat gaat vaak over die twee. We ja. maken nooit een film over een superheld zonder een slechterik, maar we maken blijkbaar wel films over slechterik zonder de superheld. <laughs> ja. Dus ik vind dat een beetje, uh, een beetje Bezoek, jammer. Nee. De, je mag ook niet vergeten dat, dat um, Venom er een beetje uitziet als like Spider-Man, omdat hij eerst op Spider-Man zat, daarna waar die Brok valt. Juist. Ja. Daarna like, de witte oogdeels en ook eigenlijk een witte spin. Ja. Eerlijk een witte spin op de borstkast. Ja. En nu in like, die, die, die Tom Hardy-films is dat ook zo wat. Maar je denkt: ja, maar. Alleen op wat is dat gebaseerd? Ja, van, van waar komt dat dan ineens? Ja, dat klopt. Dat heeft nooit een spin uh, te maken gehad. Vinden we uh, Spider-Man 3, dus de derde film, Sam Raimi-film, vinden we dat de minste van de hoop? Of vinden we die van Andrew Garfield slechter? Prf, dat is een beetje een moeilijke. Ja, uh, um, ja. Zoals er ergens tussenplaatst. Ik weet dat ik een van die Amazing Spider-Man's wel beter vind dan die een derde Spider-Man. Ik denk dat ik. Uh, ja, ja, want ik heb nu net, ik heb de twee, Amazing Spider-Man 2 nog niet gezien, maar de Amazing, ja, niet herbekeken. Amazing Spider-Man 1 wel. En het probleem met die film is natuurlijk: waarom is dat niet super goed? Uh, nou, dat heeft niks met Andrew Garfield te maken. Dat heeft niks met, uh, uh, weet je, uh, Gwen Stacy te maken. Zeker niet, Emma Stone. Emma Stone, fantastisch. Uh, dat heeft alles te maken met het feit dat we dat verhaal nog maar eens vertellen. Dus ja. dat eerste uur van ik word Spider-Man. Ja, dat, hebben, dat was tien jaar geleden al gedaan. Uh, ik wil niet nog eens een, uh, een Peter Parker zien worden gebeten door een radioactieve spin. Dat mm. is het precies hetzelfde als dat ik op, op een te korte tijd uh, de ouders van Bruce Wayne te vaak heb zien sterven. Ja, als, als, of, als je nog een, een keer die fucking parelketting moet zien vallen. Fucking parelketting. Man, ja, man, man, man. Maar, maar inderdaad, en het, 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 help, het maakt het verhaal niet vlotter door. ...de geweldige Sally Field en Martin Sheen te casten. Want Martin Sheen kan ook mijn telefoonboek voorlezen, voor mijn part. Ja, dat is die zo, die is zo gaaf. Want dus, als die in beeld hebt, denk je ook... Ja, ja, oom Ben, zeker wel. Tuurlijk. Ja, ja, absoluut. Maar, maar gewoon, ik wil die origin story niet. Want je weet, je weet, je hebt dat... Die film is tien jaar na die eerste, dus we hebben dat net gezien. Misschien een aantal mensen niet. Ik weet het niet, voor mij is tien jaar niet zo lang. Voor, sommige, voor kinderen natuurlijk wel, dat snap ik ook wel. Maar, maar daar ben ik zo blij mee met die, met die Homecoming en Far From Home, is dat we daar de origin story uh, uh, niet hebben. Ja, dat, die maar er, is, dat die er al is. Ja, maar is het wel in high school, wat wel tof is. Dat ja. we niet meteen weer studeren en unief en al die nee, shit. Nee, precies. Ik um, kan er wat bij rest? zeggen. Het ja? Het probleem is zeker van die neerste, want uh, in mijn hoofd dacht ik dat ik de Amazing Spider-Man 1 beter vond dan de 2. Ja, ja, ik ook, dacht ik, ja. En dat is eigenlijk niet. Ik vind eigenlijk de, nu mijn Rewise een tweede beter dan de eerste. Ah ja? Uh, omdat... Ik vind die regisseur gewoon niet goed genoeg. Zeker in die eerste. Die film is één, te donker. Letterlijk, hè? Ja, ja. ja, ja. Gewoon... toen een fucking lamp aan, gast. En twee, die gast kan geen actie draaien. Alle acties is zo slecht gedraaid. Veel ja, te kort. Ik weet soms niet naar wat ik aan het kijken ben, eigenlijk. Ja, ik snap uh, wel een beetje. Dus... En, en het helpt ook niet... Allee, het helpt ook niet... De Andrew Garfield heeft een overduidelijke keuze gemaakt met zijn Spider-Man, namelijk hij heeft zowel de mopey, weet je wel, depressieve Spider-Man, of toch de mopey-depressieve Peter Parker gekozen. Ja, een beetje uh, niet, niet heel communicatief, ja. Ja, lichtotistische ja. licht autistische Spider-Man. <laughs> uh, wel uh, een wel geweldige Spider-Man. Maar... Misschien wel van de drie... De beste Spider-Man, omdat die de, de, de humor van Spider-Man. Ja, het is, een, het is een lolbroek, het is absoluut een lolbroek. En daar komt in die No Way Home ook echt. Het is zoals jij net in het begin ook zei, en, en, en in, uh, uh, in de cinema ook. Het is wel Andrew Garfield. Uh, door No Way Home worden Amazing Spider-Man 1 en 2 betere films. Ja, ja, absoluut. Um, ik vind twee gewoon een verbetering, omdat één de lamp staat en twee, je ziet wat, je ziet wat je... Die, die twee heeft gewoon als probleem, net zoals Spider-Man 3, een overstaffing van van alles en nog wat. Ja. En dit erbij, en dit erbij, en dit en dit, en dit erbij. Ja. Uh, uh, en ook wat rare castingkeu... Allee, castingkeuze. Jimmy Fox ziet er gewoon niet als electro uit, dat is ook een beetje het ding. Nee, uh, uh, Jimmy Fox als het, het de rare uh, het, het personage tot daar en toe, wat ook niet helemaal klopt. Maar... De elektrovers, ze hebben er gewoon iets anders van gemaakt? Die, Geef die dan toch op... Kijk, ja, Wat ze heel vaak doen is... Oké, okay, ik snap ook dat die latexpakje... Dat dat niet hetzelfde moet zijn. Ja. Maar hou wel een soort kleurschakering overeind. Ja. Hou, wel, hou wel wat elementen uit het oorspronkelijke pak. Namelijk, die heeft normaal gezien een ster rond zijn kop. Hè. Ja, dat ziet er ja. niet uit. Dat snap ik ook wel. Maar hou dat geel en dat groen wel. En hou misschien een ster ergens anders. Snap ja. je dat je dat toch... Ja, ja. Dat je dat toch in, implementeert. En nu is er een blauwe... Een blauwe blubber, een blauwe elektrisch geworden. Ja, inderdaad. Maar ja, esthetisch zien ze er vaak niet uit. Maar bijvoorbeeld een van mijn favoriete scènes uit Amazing Spider-Man is eigenlijk de laatste vijf minuten. Als hij tegen die afschuwelijke um, fucking campy Paul Giamatti moet vechten in een juizorenpakkie. Ja. Ja. Een schuwelijke acteerprestatie maar wel een coole scène. Hè, dat daar ja, ja, dat absoluut. klein hasje naar voren stapt en dat hij opduikt en zegt: van... al, het is kolder en, en die geweldige scène dat hem zo slingert in de lucht met dat, met dat rioolputdeksel. Ja. Dat ik dacht: van, Ah, dat, daar hebben ze natuurlijk de fout gemaakt van in de trailer te steken en iedereen te doen verwachten dat hij tegen Rhino vecht. Ja, ja. dat is het einde van de twee, hè? Dat twee. Ja, ja voilà, dat is het einde van de twee. Van die, ja, ja, vind ik ook, dat, het, het stom, het slechte van die scène is dat je denkt, van: ja, maar waarom zit dit, waarom, waarom kom je waarom komen we daar ja. nu mee af? Ja. Ja. Maar, wat uh, ja, like ik gezegd heb, en gevoel het ook aan de reactie van dingen: uh, No Way Home heeft bewezen dat Andrew Garfield een goede Spider-Man is ja. door hem in een goede film te steken met goede dialogen. Absoluut. En, dat en was... Ja, zeg maar. Hij loopt weg met heel die filmen, want hij steelt iedere scène, heeft de beste jokes, ja. heeft de mooiste redemptie-momenten ook. Ja, hij, hij, ja, precies, het is fijn ja. om Tobey ja. Maguire te zien en hem shit te doen herhalen wat hij gezegd heeft twintig jaar geleden. Absoluut. Allemaal leuk en top en, en interactie en hahaha. Ha, ha, dat spul komt uit mijn, uit mijn uh, polsen en niet uit ja. mijn cartridges. Ja. Maar het is wel Andrew Garfield die wel deze film steelt. He? Voor het, mij ook. Want het, 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 het gaaf ook hey, we zaten in de zaal. Ik wist, ik wist dat die ging komen. Ik wist dat van, van dat ik het internet gelezen had. Maar blijkbaar veel mensen uit het publiek niet. Want toen die in beeld kwam, was er echt een soort wow! Eh, okay. door de zaal. En dat vind ik, dat is gaaf. Dat soort, dat soort zaken zijn gaaf als je in de zaal. In Amerika, allee, mensen gingen wild in de zaal. Hè, maar oh. het was voor mij ook, ik dacht van, oh, zo fijn voor die gast. Want ik weet nog, allee, toen die aangekondigd werd als Spider-Man, was het maar ja, toen Maguire, McGuire, Spider-Man. En... Ja. Andrew Garfield is ook Spider-Man fan. Ze dus speelde ook een karakter dat hij altijd wou zien. En uit ja. alles wat ik gelezen heb, ook interviews met Tobey Holland, dan zei van, ja, hij was wel degene die iets te winnen had met deze film. Ja. En daarom zo enthousiast was om een doel over te krijgen, om de ark van zijn karakter mooi te kunnen sluiten. Absoluut. Absoluut. En alles komt daar tot zijn recht, zijn mopie gedrag en. en... Het is een hartbrekend moment dat de Grand Station je op tijd kunnen vangen heeft, maar deze krimpje je ja. wel op tijd kan vangen. Absoluut, dat is zo mooi. Dat is echt een gaaf moment. En je, voelt, en, je en ook zonder woorden, dat hij niet moet zeggen, weet je, je, we voelen als publiek, ja, oké, okay, dit is belangrijk. Hier, hier ja. gebeurt iets. Ja. Ja. ja, heel gaaf. Nee, en dat is, dat is wel, dat is, daarom is die No Way Home. Nu, dat, is, dat brengt me ook wel bij het volgende punt over No Way Home. En dat geldt niet voor mij, want ik vind het geweldig en ik ben mee. Maar als je nu. De andere films niet gezien. Stel dat je, dat je jong bent en je bent fucking 15 jaar. En je, en je hebt alleen maar Homecoming en Far From Home gezien. of zelfs geen enkele Spider-Man-film. wat vinden we hier dan van? Ja, zelfs bij Endgame en in Infinity War. er gaat ja. veel aan nu verloren. Hè? Ja. Maar, ja. ja, ik denk dan. aan de andere kant denk ik van. welkom to the dawn of event movies again. Hè? Ja. Ja, ja. Ja, ja, hij, hij sluit. Dus films zoals dit sluiten mensen uit. Aan de andere kant, het zijn de grootste films van het jaar. Dus zoveel volk sluiten we dan toch weer niet uit. Nee, precies. Nee. Nee, dat en is en, en het, 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 het doet ook maar dingen weer op heropleven. Hè? Ik bedoel, ik denk dat die. Ik denk dat die Andrew garfield Spider-Man films nog nooit zo hard bekeken zijn als het afgelopen jaar waarschijnlijk. Nee, nou, nee want ik doe het nu ook en ik ga, ik ga de twee ook, de twee ga ik ook zo bekijken. Mm. Dus, uh, dus dat, ja, voilà, dat, dat is ook zo. Ik ook, ik heb de, die, die Sam Raimi-trilogie, uh, dat zat ver in mijn hoofd, was niet uit mijn hart gesloten, maar ik heb die gewoon uh, nooit meer bekeken omdat ik zoiets had van, ja, dat ken ik nu wel van buiten. Soms ja. heb het dat met bepaalde films, hè. Ik denk dat ik al eeuwen de originele Star Wars-trilogie niet meer gezien heb. Omdat ja. je er zo wat van uitgaat van, ik ken dat ding nu wel van buiten. En dat is die. Je ziet die opnieuw en je denkt, godverdekken, en dit en dat, maar... Ik heb dat zelf soms, met, dat ik denk dat ik een film gezien heb. Uh, en dan is dat niet zo. Maar dan, dan zit dat zo in je collectief geheugen, of zo, dat je denkt, van, ja, dat heb ik gezien. Hoe kan dat dat ik dat niet gezien heb? Hmm. Uh, uh, en, dan, en dan heb je dat helemaal niet. Ik denk dat ik bijvoorbeeld... ...want ik ga nu het uh, Titanic nog eens herbekijken. Om, ja, ook. Eh, waarom dan nou niet? <laughs> en dan had ik niet op Blu-ray. Dat denk ik van, hé, hoe kan dat? Nou, Oké, okay, ik heb het wel op DVD, denk ik. Maar hoe kan dat nou dat ik het niet op Blu-ray hebben? Dus die heb ik letterlijk al tien, tien jaar niet gezien, die film of zo. Ik heb hem natuurlijk wel gezien. Mm -hmm. maar, maar, en er zijn ook films, dat ik dacht van, uh, ik heb de Maltese Falcon. Oké, okay, dat is een hele oude uh, jaren, veertig, uh, misschien zelfs dertig film met Humphrey Bogart. Ja, mm -hmm. nou, ik ging ervan uit dat ik dat gezien had. Je had dat niet gezien. Nou, daar James Cagney niet in ieder geval. Nee, Humphrey Bogart. De, 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 uh, ja. uh, dan heb je ook uh, Angels with uh, ...Dirty Face, dat is uh, James Keck niet. Maar uh, uh, Matthias Valken had ik nooit gezien. En ik, in mijn hoofd... ...ik heb dat op DVD, ik had dat, kon dat zo pakken. En ik ken die hoes en ik weet hoe het eruit ziet. En ik heb die film niet gezien. Dus ik heb, die heb ik van de week voor de eerste keer gezien. Dus ja. dat gebeurt ook, dat je gewoon niet eens meer weet van... Nee. Absoluut. Ja, dus er zijn films die zo in, in het... ...in de algemene bewustzijn zitten... ...dat je ervan uitgaat dat je ze gezien hebt... Ja. ...dat je ze gewoon eens samen puzzelen... ...en alle referenties dat je gekregen hebt. Absoluut. Goed. Uh, Homecoming was de eerste... Uh, ...het grappige is natuurlijk dat het een beetje zoals bij James Bond... Uh, ...Andrew Garfield was een beetje... ...de George Lazerby... Van, 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 uh, ...van de Spider-Man's. <laughs> ja. Uh, want iedereen zegt van ja, nee dat kan niet jongens... ...dat is Tobey Maguire, uh, wat doe je daar? En dan komt, uh, uh, dan komt Tom Holland... En dat is een beetje de Roger Moore van... De, van ...en iedereen zegt, ja, geen probleem. Doen we, ja. Dat doen we gewoon. Mm -hmm, absoluut. En het waren ook betere films. Dat is gewoon ja. zo, je kunt er niet omheen. Maar, dus ook, uh, ik, ik wil... ...er valt wel iets. te zeggen over Far From Home. Ik vind Far From Home nu niet de, de sterkste marvel worp of zo. Hoor. Nee. Ik ben, nee. Ook niet, ben ook niet de fan van dat hele Europese dingetje. Nee, ik... Nee. Spiderman op reis? Boeit me niet. Blijf je maar in Brooklyn, slinger daar wel rond. Ja. is ja, zijn een vermet of zo, boeit me niet. Ik vind, ik vind het op reisgegeven niet zo erg. Ik vond uh, ja, het einde... Ja, ik, ik, vind, ik vind van de drie Tom Hollands, vind ik dat ook veruit de minste. Ja, die homecoming, ja, die wordt natuurlijk weer... Ja, Batman is daar wel ja, niet normaal in, hè? Ja, absoluut. Dat het is ook. Het, ja, ik, ik weet nog dat we. Waar is Keaton? Ja. We zijn samen naar de, de IMAX in Eindhoven geweest. Ja. Voor Homecoming te zien. En ik ja. weet nog dat dat jaar, dat ik dacht. Ja, ieder jaar slijpt er wel een Marvel-film in mijn top 10. Ja. Dat jaar dacht ik. Dat is Guardians of the Galaxy. Volume 2. Ja. Guardians ja. of the Galaxy. En Spider-Man is gewonnen. Spider-Man was gewoon een betere film dan Guardians 2. Ja. Dus ja. Niks ook. Dat deed mij ook. Ja, het is Kurt Russell. Het uh, snake Plissken. Versus Batman, maar Batman had gewonnen, hoor. Batman heeft gewonnen, maar vooral ook die homecoming deed mij een liefde realiseren voor het karakter dat ik al even vergeten was. Ja, ja. Want ja. Het, ik was wel... Hij steelt ook wel zijn momenten in Civil War, als hij daarin opduikt. Want Absoluut. Civil War heeft echt gebroken, hè. Tot ervoor dachten wij nooit dat we dit gingen zien. Hè. Alles wat nee. we nu zien... Like nu, zijn we zo al, nu zijn we het zelfs al een beetje gewoon geraakt aan multiversums. En nu hebben we dit gehad. Ja. Ik denk, we gaan Marvel nu nog het een trekken, maar tot ervoor waren we nog aan het discussiëren van ja, Spider-Man en al die karakters, dat zit daar vast. Ja. Fucking Fox en Sony en, en al die shit. Ja. Nee, het, het Civil War is wel... Is, is belangrijker wat dat betreft... Civil War heeft de deur opengezet naar Infinity War, hè? Ik bedoel... Olijftak, uh, uh, Dat is uh, de olijftak. En, ja. En, ja. Ja, ja, dat is... Dat is uh, fantastisch. Ja, nee, ik vind Far From Home... Ik vind dat... Uh, terwijl ik, ik ben een grote fan van Donnie Darko... Maar... Uh, maar uh, en ik vind het ook wel grappig, de, de twist die ze eraan gegeven hebben. Maar, maar ja, het, ik vond het supergoed. Maar nu, als je ze alle drie naast elkaar legt, is het wel de minste van de drie. Ja, het, het, Homecoming is gewoon echt een heel mooie opwarmen. Hè. Je, hebt, ja. je hebt Robert Downey Jr. in een soort van uh, overzien, overzien, allez, overziende... Uh, vaderfiguur ja. Ja, van, ja net genoeg aanwezig om niet in de weg te lopen van die film ja. en, en gezien een jonge gast die echt nog echt aan het zoeken is van hoe doe ik dit allemaal en, ja. en het allemaal zelf een beetje moet flikken eigenlijk en niemand per se luistert naar hem ja. en, en far from home is zo ja ik weet niet ik zeg het is niet mijn favoriet ik ben wel fan van Jake Gillen en en het hele mysterie ding had wel liever een echte mysterie gehad en niet gewoon zo wat hè, ja. een voorartiest op het einde maar goed nee ja aan de ene kant vind ik dat ook een beetje jammer aan de andere kant ja, ja, dat ga, ja. ook daar weer ga je dat dan zelf de pak dan doen ja. kijk we hebben het pak in ieder geval wel gezien dus dat vond ik er dan wel, wel leuk aan ja. Um, ja wat ik natuurlijk wel uh, leuk vind is uh, hij zat ook in de No Way Home mm -hmm. is uh, mijn favoriete uh, uh, mens op de planeet is uh, die gast uit ook oh, dus zo favoriet is die daar ook weer niet maar de de, de acteur uit Freaks and Geeks de, de... Uh, je favoriete nerd. Ja, mijn favoriete nerd ooit. Uh, ach, hoe heet die nou? Oh, die acteur. Oh, ja Hoe ga ik dat in godsnaam vinden, jongen? Martin Star. Martin Star, dat is hem. Ja, ja die speelt een leraar die, die overdreven fat uh, is. In, in de No Way Home. En die heeft een soort shrine heeft gemaakt. <laughs> ja, daar moet ik heel hard om lachen. En, uh, en, en, en die zwarte acteur, uh, die ook in Far from Home die zitten ook allebei in Far from Home, geloof ik. Hè? Uh, allebei? Ik denk het wel uh... in alle drie de films, zo. In wel. alle drie. Ja. JB Smooth en dan uh, ja. die andere uh, zwarte acteur. JB Comie... Smooth zit hij ook niet? Zit die niet ook Kirby Enthusiasm. Uh, Kirby Enthusiasm, ja, ja. Voilà, voilà, daar is die van. Maar goed, dus dat is goed. Ja, die, het, het straffen van No Way Home is dat uh, alle personages hebben hun moment. Ja. hebben hun ark, uh, uh, zitten er niet voor lul bij, hebben allemaal een leuk momentje. Uh, ben, uh, Doctor Strange wordt opgezet naar zijn volgende avontuur. Uh, uh, Happy Hogan heeft echt een goed momentje ook aan het einde van de film. Mm -hmm. Ja, Willem Dafoe is een beetje de big, bad, de echte slechterik van de film, wat ik ja. heel gaaf vind. Ja, Molina, ja, zalig hè, Doctor Octopus. Dus wow. allemaal. Je zou kunnen zeggen dat, uh, dat uh... De twee acteurs die de Lizard doen en, en de Sandman. Dat is het minste. Dat is voiceover. Ja. Ja. Dus ook gewoon spreek deze een keer in. En wat nu meer nu al in de film. Ja, want, want Sandman ziet er ook altijd, is altijd zand. Denk ja. van, dat, is een keuze, dat is een keuze omdat hij niet daar was, denk ik. Ja, of dat gewoon nog meer kostte om hem te verjongen, die gast. Ja, ja, ja. Het is al lang geleden dat, was... dat ik die acteurs gezien het voor, voor mij part is in hun wandelende rimpelen die mensen. Nee, ja, ja of, of, of heel dik, of whatever. Ja, nee, precies. Oh. Ja, en, en uh, uh, ja, uh, Rice Evans, uh, die natuurlijk Kurt Cornels en The Lizard speelt, ja, die zien we aan het einde heel even wel. Maar, uh, hm. maar inderdaad. Um, ja, uh, uh, wat moeten we nog zeggen over, over No Way Home? Ja, weet je, uh, wat we gezegd hebben, net het, het, iedereen is zijn moment en, en, en waar het nodig was, kreeg corrigerende Tikken. dat is dan meer het Andrew Garfield-universum die zo ja. wat een krijgt. Jimmy ja. Fox. Jimmy Fox ook wel, ja, absoluut. Hij corrigeert, uh, ja. krijgt zijn moment. Andrew Garfield uh, steelt de film bijna van Tom Holland. Ja. Um, maar, maar niet echt, hè? Ik bedoel, het blijft wel over de Tom Holland Spider-Man gaan. Ja, zeker, Gelukkig. zeker, maar, maar het is ja. gewoon... Ja, die, er is geen regel te veel voor Andrew Garfield, ik zal het zo zeggen. Nee, 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 um, nee, nee absoluut. En, en ja, Tobey Maguire is daar gewoon als een soort van vliesdekentje in. Alleen bedoel, die zijn enigste nut is gewoon van godverdekken zeg. Alleen dat is oké, okay, een soort van nonkelfiguur. Die... Ja, een soort, over, zo, soort uh, overkoepelende, uh, de, de oude, wat oudere versie. Uh, uh, ja, ze, hebben uh, ook, ze hebben ook het minst weggegeven over wat er in zijn universum gaande is ook. Ja. Bij Andrew ja. Garfield wordt er nog wel een staart aangebreken. Dat hem zegt: van na de dood van Gwen ben ik zuur geworden en donker. En, en, ja. Hij uh, staat pulling my punches. zegt Dus gevoel dat er wel nog een, even een staartje aan is. Die wil nog een film. Die wil gewoon nog een film. Dat heeft hij dan zelf heeft hij ingestoken hoor. Die Andrew Garfield. Die wil gewoon <laughs> nog een film. Nee, dat is een tekst. Die stopt met dat te zeggen. Helemaal <laughs> ja, Ik wil dat gewoon zeggen. Goed. Uh, ik heb trouwens ook nog even gebabbeld met Jens van de ik Strip. Over. Uh, hij heeft natuurlijk No Way Home ook gezien. En daar gaat het een beetje over de comic books. Mm -hmm. uh, over, over wat hij. Uh, uh, welke comic books. Ja, uh, goed. Uh, 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 daar heb ik wel al mee gebabbeld. Dus dan weet ik zeker dat dat er nu aankomt. Uh, Jens van de Strik, Daar gaan we nu naar luisteren. Focus. Uh, ik zit hier tegenover Spider-Man zelf. <laughs> <gorilla> <hahaha> Dag Jens, van de mekening strip, hallo. Hey, Dirk fokker. Oh, jij bent het. Oh, weet wie jij bent. Oh, shit. <laughs> Jens had een Spider-Man kostuum aan, dames en heren. Uh, uh, speciaal voor de audioluisteraars. Uh, 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 nee, uh, ja. Wacht, ik zal helpen. Swip. Ja, ja voilà. Voilà, Nu had iedereen het toch. En dat zijn, volgens mij, is dat uh, pak wat je aan hebt. dat zijn ook niet je echte spieren, volgens mij. Dat is ook, daar zitten ook spieren opgeplakt. Nee? Oh, oh my god, alright. Oh, dat is een six pack. Daar, daar kunnen we niet tegen op. Uh, zeer wel. <laughs> Goed, ik heb het gevoel dat jij weet waar we het over gaan hebben. Uh, Batman. klopt. Juist. <laughs> wacht, uh, wacht. Ik denk het is wel. Het kan beter. Voilà. Het is wel een beetje beter. Dat is al beter. Ja. Nu, nu herken ik je weer. Nee, uh, welkom in de Spiderman uh, uh, podcast. Uh, ja, uh, we hadden het er juist in de bkd cast ook al heel even over. De nieuwe Spider-Man film is uit. Ik heb hem uh, gezien. Hij is fantastisch. Uh, vond jij hem ook goed? Ik vond hem heel goed. Ik, ik twijfel zelfs of ik hem de beste vind van de. Van de uh, mij, acht? Ja. Van de acht of niet? Ja. Maar... Ik denk het niet, want, want het is gewoon, deze is een, een, een verzamelfilm. Dus daar, daarvoor zou ik hem niet de beste mogen vinden. En welke, welke vind je dan de beste? De tweede. De, de tweede met Toby met, uh, ja. ja Dat is ook voor mij wel. Dat is wel. Maar uh, natuurlijk, omdat Alfred Molina en, en uh, dingen hierin zitten, het is een close call. Ja. Uh, uh, ja, mensen kennen jou natuurlijk van de, uh, de Mechanic Strip, uh, winkel. De comicboek van. Spider-Man van... Uh, uh, ik wou eigenlijk met jou vooral hebben over de comics en hoe, ja. uh, hoe die... Want het idee van Spider-Man... Want dat zit in de trailer, dat is geen spoiler. Van het idee dat Spider-Man wil dat mensen hem... Dat mensen vergeten dat uh, hij uh, Spider-Man is... Is ook al gedaan in de comics, hè? Op veel verschillende manieren, hè. Ah, ja. um, het feit dat we het nu doen met Doctor Strange... Um, hebben ze ook al eens gedaan, maar dan was het... In de, in de comics was het Doctor Strange samen met Mr. Fantastic en met Iron Man samen hebben ze dat gedaan voor hem. Nou ah ja. Um, dat he, maar eigenlijk origineel, want ze, dat, dat maken ze ervan. Maar eigenlijk origineel is het Mephisto, die er is voor gezorgd he, dat heel veel mensen, alle mensen vergeten wie dat hem zijn. Ja. Maar we hebben in de tijd ook al comics gehad. Ik heb het er ook mee. Mephisto um, is een beetje de duivel, hè? Ja, voilà. Maar dus wat, moest ik... dan, wat moest hij dan in ruil doen? Uh, in ruil moest. Uh, moest um, Pieter Pakker gaf daarvoor zijn liefde met Mary Jane af zijn huwelijk. Juist, dat was het. Ja, ja, ja. maar, maar ik dacht was dat niet ook om en mee te sparen. Hij deed dat om, om en mee te redden. Uh, die ging wel dood voor zoveel keer. Deze keer was ze aangeschoten. <laughs> Uh, ah, niet al geschopten, niet, <laughs> niet te veel geslopen, maar ze was uh, door uh, um, ja. een, huurmoordenaar van de kingpin, wie er zij afgemaakt. want de wereld wist wie Peter Parker was door ja. Civil War, omdat oh, hij ja. Aan het einde van vrijwillig. de comic book reeds Civil War ja. wordt het, is, uh, wordt gekend dat Peter Parker Spiderman is. Ja, um, zelfs in het midden. Want, uh, in het midden. Um, Als de publiciteit stunt voor Tony Stark, hoe een goede publiciteit stunt kunnen hebben dat je de superheld die wiens identiteit het minst bekend is, ja. dat deze eigenlijk voor de eerste keer ooit publiekelijk zijn identiteit prijs geeft, ja. uh, oké, okay, dat is wel een vrij goede uh, reden om te zeggen van, hey, weet je wat, geef je je identiteit want de overheid wil dat ja. je dat doet. Om het hele kort te schetsen, Civil War, de film is een beetje anders dan Civil War, de comicbooks, maar de essentie is wel hetzelfde. Je hebt eigenlijk Captain America tegenover uh, Iron Man. De een wil, Captain America wil samenwerken, nee, sorry, wil niet samenwerken met de overheid om, om, om uh, dat de helde, te voor de overheid te ja. werken. Iron Man wil dat wel. En, ja. en uh, Spider-Man was Team Iron Man. En, uiteindelijk. uiteindelijk nou, en begin, op dat moment begin. in het ja. verhaal. Ja, natuurlijk. En, dat en klopt. daardoor hebben ze als stunt. Heeft hij dan, en dan heeft hij zijn uh, identiteit prijs gegeven... En dan is Mephisto. Heeft dat teruggedraaid. Ja, want hij beseft dan wel plots. dat ineens al zijn villains weten wie hij is. Ja. En de eerste die er dan gebruik van maakt, wonder boven wonder, is dan de Kingpin. Die zelfs vanuit het gevang aan het Eigenlijk was het de bedoeling dat hij ging vermoord worden, maar ja, Spidey-sense. Dus hij voelt dat aankomen en hij springt opzij. Hij redt Mary Jane, Goede Spidey-sense. Well maar hij, met, hij redt wel aan het en die wordt aangeschoten. Uh, okay. Wordt dan ver Die wordt ja. ja. dus, en, en dan ver en, ja. En dan is het... Uh, dus, het feit dat dit gebeurt in deze film is niet zomaar, uh, 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 zomaar random. Dat heeft wel zijn origins in, in de comicbooks. Op dat gebied wel. Want op ander gebied, het is al vaker gebeurd dat zijn identiteit is prijsgegeven. Ik heb onlangs nog goed er, er gelachen met een, met een gast die mij in de Mechanic uh, Hij heeft ooit eens de keer gehad, zelfs, was hij ziek. En was hem eigenlijk niet goed en hij was, was wat mottig en hij was aan het vechten tegen Dr. Octopus. En Dr. Octopus won. Terwijl dat Dr. Octopus eigenlijk op de duur kan hem er al vrij goed van wie want ja, hij weet wat ja. hij vecht. Ja. En, en Dr. Octopus ontmaskert hem en dan denkt hij zijn eigen vuur dat hem ontmaskert. Dat gaat u veel te gemakkelijk, ik ontmasker u. Oh, jij bent Peter Parker. En Dat kan niet, Jij kunt Spider-Man niet zijn, want ik heb er gemakkelijk van aangewonnen. gewonnen. Hop, ah. Dat is niet waar. En dat dan, dan is het. Dat is weer zo'n cliffhanger, maar typisch jaren 60-stijl. Dat ze dat zo heel... Oh, wat zou er nu gebeuren? Oh, we moeten nog de cliffhanger voorzien, zodat we zeker de volgende comic willen lezen. Ja, 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 ja. ja, ja. Dus dat, dat, dat hebben ze zo gedaan. En om de vijf bot lekken het wel soms bijna, dat ze denken dat Pieter Parker het is, maar dan op wordt dat dan verhinderd. Het is natuurlijk een of... groot verschil met, met Superman, omdat Superman moet zijn bril afzetten. Bij Superman is het belachelijk dat niemand het ziet. Ja. Pieter Parker heeft een heel masker over zijn gezicht. Dus... Tuurlijk. Dus... Ik denk dat, maar het, het komt er ook nog altijd op neer, ook met Superman, om ze toch soms eens nef en te zetten. Want het verdeel... In latere comics geven ze die identiteitprijs aan onder andere uh, Mary Jane, aan Aunt May ook op den ja, duur. Ja. En die zeggen allebei: We wist dat al, ga je God om de vijf bot, ga je loopen, of je zit altijd te laat, of ja. dit of geen. Dus die wisten wie je had de Dat vast. doen ze in de, in, de, in de later films nu ook, hè? Uh, uh, ja. de, de Tom Holland-films, doen ze dat ook. Dat zij, uh, dat MJ het heeft uitgevonden. Wat ook logisch ja. is. Want als jij verliefd bent of je ziet iemand graag of je bent... Ja, dan is het logisch dat je die shit weet, toch? Ja, en ik denk ook gewoon voor het verhaal, ook voor de films. Uh, ja, hoe lang kun je het maar geheim houden en dat het nog interessant blijft. Je wilt ja. die interactie hebben met, met andere figuren, hè? Ja, um, Nee, dat is zo. En ik bedenk mijn eigen, als je, als je, als je het in de volgorde wilt zetten. Want ik heb dat hier ook, als ik zoiets niet mag laten zien. Ja. Eigenlijk de tweede beste film is gewoon de neeën, de allereerste Spider-Man-film. Ja. Ja. Omdat ik heb hier, uh, toen we uh, even op, u, zo dat we op elkaar ontwacht waren, terwijl hij het ontcomprimeren was. Heb ik eigenlijk de eerste bladzijde van Amazing Fantasy nummer 15 erbij gepakt. Ja. Dat is uh, allereerste, dat is de, de eerste verhaal. Van Spider-Man. Uh, getekend door uh, Steve Ditko, geschreven door Stan Lee. Cover ja. van Jack Kirby. Hè. Dat is Amazing ja. Fantasy 15. Dat, klopt. dat is de. Dat is de uh... Eerste keer dat Spider-Man ja. in een comicboek zit. Dat is... Ik kan ze niet laten zien, want jij kunt alleen maar screen screensharen. Ah, ja. Ja, plus daar hebben de mensen toch... Ik zou het beste luisteren hierna. Ah, ja, oké. Okay. Ik... Maar, maar om dan te zeggen... Het, het stuk... Ik word oh. door een spinnenkop gebeten. Het... Ik, uh, ik laat de, uh, de... De dief van het geld gewoon passeren. Ja. En... en uh, uiteindelijk dan zo van, ah oh ja, uh, Uncle Ben vermoord, dat zit allemaal letterlijk in die film, maar dat komt ook bijna quasi letterlijk van de pagina's van Steve Ditko, ja. een comic. Ja. Dus eigenlijk qua comicboekverfilming ten opzichte van een, eigenlijk een Batman, wat je duizend keer ook al gezien hebt, ja. maar dat is heel, heel, heel getrouw aan eigenlijk een, een comic uit de jaren 60. 61? Ja, 63, ja. 63 zelfs. Toch? Dat is de 61. Nee, 61, anders was het niet 80 jaar je toen. Voilà. Ik denk dat het allemaal, het zat allemaal zo in nee. de jaren 61. Ja, wacht hè. Nou weet ik het niet meer, maar het is wel 61. Fantastic Four is ook van 61, kan dat? Ja, dat is hetzelfde jaar. Dus 61 is een heel vruchtbaar jaar geweest voor, voor uh, superhelden, hè. Ik denk zelfs dat ja. uh, die X-Men zijn ook niet veel later. Nee, uh, nee. Dat is allemaal een dat is allemaal hetzelfde jaar. Uh, dus dat is zot dat zo'n miljoenen franchises allemaal in één jaar bedacht zijn. Ja. Klopt. Uh, en uh, ja, dus, dus uh, en ja, ik, je vertelde net in de Mechanicast ook dat er nu door die film, de No Way Home film, dat er heel veel uh, mensen terugvragen naar uh, Spider-Man-comics. Ja. Dus dat is wel... Hè, de mensen op die film zien denken... Oh, fuck, nu wil ik dat toch ook lezen. Wat gaaf is. Uh, kunnen we alleen maar stimuleren. Excuus, ik, ik heb een erop. Wat, wat, wat stel je dan voor? Wat zijn jouw jou go-to aanraders? Je hebt de huidige reeks. Hè? Je, hebt, je hebt Nick Spencer. Uh, wat wel moeilijk is... Je zit met een figuur dat al hey, 80 jaar bestaat. Pas op, 80 is wel nee, veel. 60, 60 jaar 60 is 60 jaar zo. bestaat, <laughs> uh, 60 jaar, maar je zit wel met een figuur... Dat ze nog altijd... Laat ons zeggen dat... In de comics, in de films, is Spider-Man. Hij is nu in de laatste comic is hem 18 geworden. He. Agon ja. de Dunif, ze zijn ja. bezig met dat hij naar de Dunif gaat. In de vorige films is dat nou ook allemaal gepasseerd. Terwijl in de comics, wat mij betreft, is aan een jongen dertiger. Ja. Uh, is hij al zoiets geëvolueerd? Dus het is een beetje te bedenken hoe dat de mensen willen. He. Want je hebt, je hebt een comic gehad in de tijd die heette Spidey. Dat was echt een kort uh, mini-reeksje van 12 issues. En dat ging. Die, die, die Spider-Man, weer zelfs een beetje getekend als Tom Holland. Ja. Dat was echt over een Spider-Man-kleurrijke villains in high school. Terwijl uh, Spider-Man nu, ja, jonge dertiger, heel veel meegemaakt. En de Nick Spencer-reeks, die zet het status quo een beetje terug op nul voor een beginnende lezer. Dat je ja. echt met uh, een uh, Peter Parker ziet, die uh, ja, tegen de sinister zoek gaat vechten. Uh, met nog eens te goed uitvecht met de, met de Green Goblin. Dat zit daar allemaal in. Dus dat lijkt mij wel de beste aanraaien om een aan Spider-Man te beginnen. Als je echt helemaal wilt beginnen, ja, dan gaat er naar een Epic Collection Spider-Man moeten gaan. Ja. Uh, With Great Power heet je. En de ja. tweede heet Comes Great Responsibility. Maar, Kijk eens de Epic Collections zijn eigenlijk de belangrijkste verhaallijnen van een figuur doorheen de tijd, maar dan digitaal heringekleurd en in een iets dichtere uitgave teruggegeven. Ja. Dus je kunt je favoriete superhelden wel echt vanaf het begin volgen, maar dan zitten ze wel ja, met een tekenstijl die, wat mij betreft, toch een beetje gedateerd is. Ja, ja, je moet ja. er uw eigen wel doorworstelen en okay, De leggen. Amazing Fantasy 15 is ja. van augustus 1962. Dus 62, 62, dan 62 Ja, 62, uh, dus okay. het was mis. En in 63, en dan, uh, ik denk dat die is uitgekomen, dan was dat zo'n groot succes. Ja. Ik denk ik dat denk, uh, Fantastic Four eerst was. Ja. Eerst was Fantastic, Fantastic Four was sowieso eerst. En dan Spider-Man en dan die X-Men misschien? Ja, ik er nog tussen misschien, maar ja. inderdaad. Het is een beetje die, uh, die toestand. Uh, in 62 uh, is dat uitgekomen, uh, volgens uh, de Wikipedia's. Dus bestaat die nu uh, 60 jaar dan. Ja, 20, voilà. 20, ja, 60 Klopt. jaar, ja. jaar Spider-Man. Dus daar zullen ze ook wel iets rond doen, dan wellicht. Ja, zeker. Dat denk ik wel. Maar voorlopig hebben we het enigste wonderbaarlijke dat we nu hebben is dat ze Peter Parker in coma hebben gestoken. en dat ze zijn klonbroer pakken als Spider-Man. Ben in... Riley heet die Ben Riley? Ben Riley, die uh, heeft Was... nu ook een beginnummer. Ah ja, maar dat is een soort 90s. Uh, uh, ja, je hebt natuurlijk sinds de jaren tachtig. Heb je soort groot event. Ja. En de Clone Saga, dat was de 90s event. Van Spider-Man. Van Spider-Man toen. En daar, en daar bleek dat er dat heel veel af en Ze waren eigenlijk een soort reset. En heel veel en hebben ze een soort. Uh, Nee, hij heeft, hij heeft die allemaal zelf meegemaakt als een kloon en die heet Ben Reilly. Ja, ja weet je, dat hebben ze in de tijd gedaan. Omdat Spider-Man zo populair was, wilden ze wilde graag meerdere Spider-Man titels. Dat is met elk figuur of met elke ja. titel zo. En je hebt uh, Amazing Spider-Man, je hebt Spectacular Spider-Man. Je uh, hebt nou, zelfs iets dat heet Non-Stop Spider-Man. Web of Spider-Man had je. Web of Spider-Man, Untold Tales of Spider-Man. Ja. Uh, zo van die dingen allemaal. En ze dachten ook van, ja, het figuur Spider-Man, dat kan maar zoveel doen. Dus we beginnen meer Spider-Man-figuren te bedenken. En dan hadden we Scarlet Spider, dat was dan Ben Reilly. Dat is ja. Die ontdekt dat hij een klon is en zelf dingen gaat doen. Maar eigenlijk wat ze nu doen in deze jaren, en dat hebben we nu voor de eerste keer in die laatste film gezien, is het multiversum. Ja. En het multiversum wordt al heel vaak gebruikt in comics. Maar de laatste vijf à tien jaar is in, bij Marvel het... Spider-Verse, heel ja. populair, waar ja. heel veel verschillende spider. Maar die spider... tekenfilm van is, Into the Spider-Verse, ja. is daar klopt. een beetje op gebaseerd, hè? op die comic book race. Ja. ja, klopt. En, en dat is dan echt wel, en dat, kunnen, dat is wel makkelijk natuurlijk. Je hebt er ook al al, al uh, videogames van gehad. Een web? Ja, dat zijn allemaal vakjes, hè. Dus dat is slechts zijn eigen uit, hè? dat. Zijn, dat is het web van, ja, van de Spider. Ja, 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 ja. Dat zijn ja, ja. allemaal verschillende Goed universums. gevonden. Goed gevonden. Hey, uh, ja, dan heb je natuurlijk Spider-Man 2099. De Spider-Man van de toekomst. Die ja. nu al dichterbij begint te komen dan, uh, dan dat die toen uh, was. Uh... Uh, zijn er nog andere? Uh, heel Als mensen Spider-Man comics willen lezen... Ik zit dan zelf te denken aan... Uh, misschien is het wel de beste... Gewaardeerde Spider-Man-ding uh, uh, is Craven's Last Hunt. Ja, de, de, dat is een ding in een Todd McFarlane geweest. Hè? En Todd nee, McFarlane. Nee, nee, niet nee, meer? Nee, nee, dat is maar zeg. Nee, 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 dat is nog voor Todd McFarlane. Ah ja, oké. Okay. Dus, dus, uh, dan ben ik fout, denk ik. Nee, Todd McFarlane heeft Spider-Man ook. Todd McFarlane heeft die hele intrigerende uh, web-dingen gemaakt van, uh, ja. van Spider-Man. En hij heeft ook iets met Craven gedaan, maar laat Craven dan terugkomen dat zijn vrouw. Uh, of een minares van Craven. Uh, Laat hem, hem zat worden. Maar Craven's Last Hunt is een hele belangrijke geweest. ...om Spider-Man dan ook even door het lek te gaan. Ja, ja. Mocht dan uiteindelijk toch terug. Uh, blijkt ook door een gif in een coma te hebben gestoken. En, en, en ja. Craven denkt dat hij. De om, om zijn prooi te overtreffen, zelf zijn prooi moet zijn. En hij gaat als Spider-Man, gaat hem echt mensen vermoorden. Een beetje ja. gelijk naar Punisher of gelijk naar Batman, die is een regel overschrijdt. Ja. En, en nog belangrijke verhalen in de Spider-Man-zaal, nou, Gwen Stacy die sterft, ja. en, en zelfs daarvoor hadden we de, de Captain Stacy, haar vader ja. die sterft, dat waren ja. twee heel belangrijke... En die echt wel sterven en niet terugkomen. Ja, en dat was ook in de, in de stripboeken: was dat ook voor de eerste keer dat er een, een belangrijk nevenfiguur sterft en niet meer terugkomt? Dat ja. was ook al heel straf. Ook dingen, hè? Um we hadden het mijlpalen in comics. Hè. Bijvoorbeeld, in, in, in Spider-Man hebben we voor de eerste keer drugsverslaving gehad. In, in, in Iron Man hebben we voor de eerste keer drank, uh, ja. drankmisbruik gehad. Ja. Dus dat was bij Spider-Man was dat drugs, was dat dan uh, Harry Osborne Harry Osborn. Ja. Die, die drugsverslaving heeft. Daarom dat Norman Osborn ook een beetje neerkeek op zijn zoon. Dat ja. zie je ook in Amazing Spider-Man uh, een beetje terugkomen. Ja. Uh, de films, hè. Uh, ja. die twee films. Daar werd daar meer op gefocust. Ja. Um, nog mijlpalen... ja. ja de kloos, uh, Venom, uh, de ontstaan van Venom, dat is volgens mij wel uh, Top McFarlane. Hè? Dat, ja, uh, dat klopt. Het, het, zwarte, het zwarte, Ja, maar dat pak, pak is niet door Top McFarlane ontworpen, maar door nee. een lezer. De lezer dacht van, weet je wat, uh, er wilde een nieuw pak, waarom geen, geen zwart pak? En ik ja. denk zelfs dat ze dat dan vooral eerst in dingen gebruikt hebben. In Secret Wars is het ja, uh, pak klopt. dan voor de eerste ja. keer gekomen ja. en dan zijn we zo later bedacht dat dat dan leeft en dan heeft, heeft uh, Top McFarlane uh, Venom gecreëerd. Ja, want dat pakt als een alien dat heeft dan met de Fantastic Four heeft dat afgepakt. Ja. En dan is die alien uh, zich op een ja. anders gaan hechten en dat werd voilà. dan Venom. Dat, en dat, is, dat is natuurlijk onge wel ongeveer uh, jammer genoeg. Uh, uh, de, de, de meest geliefde slechterik van... Uh, ja. ja, ik en, zeg, jammer genoeg, omdat ik weer de jaren 60 dingetjes leuk vind. Maar, ja, ja, voilà. En ook helemaal anders dan in de films. Hè. Ja. Uh, in de films uh, is het uh, in een draai van de originele trilogie is de die op aarde stort, terwijl in de comics pakt hij het echt wel mee. Ja, ja. En nu gaan ze het dan weer anders doen. Hebben als je... Ge, niet te veel spoilers, maar hebben ze hebben een manier gevonden om dan... ...nog een tweede venom, soort Venom te gaan maken. Want ja, je de Venom van dingen, Tom Hardy. Ja. En ik denk dat er nu dan een andere soort Venom gaat komen ja, in, in de MCU. In de, de MCU, ja, inderdaad. Of is hij ja, heel was, goed gevonden. We, we zullen wel zien. Wat is jouw favoriete uh, Spider-Man slechterik? Dat is een goede vraag. Ik, ik was heel groot fan, maar dat was voor een periode lang gewoon van de Green Goblin. Omdat ja. Norman Osborn uh, een heel diepe haat heeft voor Spider-Man. Maar puur omdat hij schizofreen is. Hij ja. is een hele slimme mens, maar soms let hem zijn eigen begeleiden door net het feit dat hij bezeten is door, door de Green Goblin. Ja. En dat zie je ook weer heel goed in die laatste ja, film. Dat is zeer, zeer goed gedaan in die nieuwe film, No Way Home. Dat is, wel, dat is zo goed dat die film ook is. Dat de oorspronkelijke, natuurlijk voor de nerds die een beetje van die oude shit houden, dat de oorspronkelijke Spider-Man-villain, namelijk de Green Goblin, dat is de basis eigenlijk. Ja dat die weer de grote big bad is en dat ja. dat terugkomt en Willem de Voest speelt er fantastisch en, 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 uh, ja, en eigenlijk ook wat we nog vergeten en dat was ook een beetje de bedoeling was eigenlijk ook het opzet waar bij ja ze zijn met hè zijn ze niet met zes? Uh, ik weet niet of ze met zes zijn, uh, vijf denk ik. Met vijf? Uh, het was de maar, bedoeling. Een soort Sinister Ze ja. Venom er nog bekend ergens bij steken, dat ze met zes zouden zijn? Dus er is een hele grote knipwacht naar de Sinister Six. En ja. ik denk zelfs dat normaal is het ook de Dr. Octopus. Jij weet dat beter als ik. Dat Dr. Octopus. Ja, de, een, uh, een, dingen zitten normaal. Green Goblin zit daar niet bij normaal gezien. Dus het is Dr. Oh. Octopus. Craven wel. En Craven hebben we natuurlijk nog niet gezien. Hebben we hem de, gezien de, of niet? Nee. Jawel. Als je een gegeven moment uh, gaat die multiverse barst die open en dan zie je hier ene staan met een staf. Ah ja. En dat is Craven the Hunter. Je ziet right. ook je ziet ook een rhino, de originele ja. rhino, gelijk dat dat moet zijn. De rest heb ik nog niet kunnen zien, dus ik, kon, ik zou hem nog eens in de cinema willen zien of, uh, om het aan stil te zetten, want volgens mij wilden we de Noop-figuren herkennen. Ja, ik ja, denk ja. zelfs, iemand zei zelfs, dat er ook een scorpion, maar een echte met oh, een ster een scorpion ja. ook bij kwam zien. Dus die zitten wel allemaal in de film. Ja, dat is wel gaaf. Ja, dat is gaaf. ja het is, wat dat betreft is het uh, uh, niet alleen een uh, eerbetoon aan, aan, de, aan de andere films... Maar ook gewoon aan, aan alle comicbooks en, en, ja. uh, en dat soort dingen. En dat ja. is wel. Uh, dat is wel ga... Nee, nee, nee. Dat de, de oorspronkelijke Sinister Six is. Uh, wacht, ik, ga, uh, ik vergeet het al keer. Het is uh, Craven Dr. Octopus. Uh, Sandman. Sandman uh, uh, Godverdomme. Electro, uiteraard. Electro. De Vulture. Ja. En uh, dan zijn we er bekend, denk uh, ik. Ja, dan hebben we de... Wacht, uh, ik zal nog één keer kijken. Dr. Octopus, Vulture, Electro, Craven the Hunter, Mysterio. En ah ja, ja, Mysterio, voilà. Mysterio. voilà. Dus we hebben ze wel bijna alleen. Uh, uh, Craven hebben we nooit gezien uh, nog. Nee, maar in, er in is sprake van dat ze die wel gaan doen. na. Ik ja. dacht al zelfs dat ze bekend van een de deze gingen gebruiken. Maar... En ik ben natuurlijk als 80s nerd een grote fan van Hobgoblin. Wat ja. een soort oranje versie van Green Goblin. <laughs> is ja. Dat is eigenlijk de Orange Goblin in nice. plaats van de Green Goblin. Maar dat is die, omdat ik in de jaren tachtig las en ja. dan was dat uh, slecht. Ook, ook heel knap dat ze in deze film dan uiteindelijk zijn pak hebben kunnen aanpassen naar iets of wat dat het lijkt alsof dat uit de comics komt. Ja. Hè? De Green Goblin heeft. Een, een, die hoodie... Een, die, ja, de, ja, ja. de hoed, een, een purperen hoed aan. Ja. Heb je, je ooit die testfootage gezien, van wat hem er oorspronkelijk had moeten ja, zien? Ja, van de eerste film. Ja, ja, ja absoluut. Dat hij dat echt zo'n een, een masker heeft. Uh, wat eigenlijk ook niet had gewerkt, denk ik. Maar het masker dat ze daarna gebruiken, werkt ook niet. Alleen als ze die even stilstaan en zijn tegen elkaar rondbabbelen, babbelen. Als je goed ziet, zie je de Willem Dafoe zijn mond door een net. Ja, maar ja. anders zie je gewoon twee... ...hoofden tegen elkaar ja, te babbelen. Ja, niks. ja dat Dus dat, dat marcheerde niet zo goed. Maar voor de rest ja, het zijn het geniale films. Hè. Als, als spider man van en je er alles in. Zelfs Amazing Spider-Man vond ik zo slecht nog niet. Ja, helemaal, niet. helemaal niet. Helemaal niet. Ze, ze zeggen heel graag dat, dat, uh, dat... ...in de eerste drie dat het een hele goeie uh, Peter Parker is. En in uh, de middelste twee, de Amazing Spider-Man... dat een hele goede Spider-Man is. En dat ja, Tom ja. Holland een beetje van beide neemt. Ja, daar kan er wel iets mee vinden. Daar kan wel iets bij vinden. En, en Tom ik... Holland is natuurlijk wel de eerste... die, die lijkt op de leeftijd die hij zou moeten hebben. Ja, voilà, voilà. Terwijl ik Tom Holland nog altijd een beetje veel te veel schrikhebbend vind. Mm. Ah, ja. Terwijl dan een Andrew Garfield... Uh, als een vecht dat quippen dat gewoon echt heel goed is. Spider-Man ja. zit net mopjes te maken om te laten zien dat hij begint te schrikken. Dat doet hem sowieso in de comics altijd al. Klopt. Klopt. All right. Dus we zijn uh, tevreden. En jij bent helemaal tevreden, want mensen komen veel boekjes kopen in de, de Mekkenistra. Dat is ongelooflijk. De, de, de spider-hype is real. Uh, I love it. I love dat, it. Was al, dat was al met een Into the Spider-verse. Daardoor reden uh, uiteraard ook Gwen Stacy. Spider-Gwen is nu bij ja. de meisjes heel populair. Ja. Maar, maar nu, ja, nu is alles. It is, uh, de fans vragen zelfs achter een derde Amazing, Amazing Spider-Man, omdat Andrew Garfield dat zo goed gedaan ja. Ja. Ja, heeft. Is, het, is, het, is, het is geweldig. Super. All right, Jens. Enorm bedankt voor het gesprek en de duiding. En, uh, en tot snel. Dat is heel graag gedaan. Salut. Bye. Yo. Voilà, dat was Jens van de Mechaniek Strip. Die vertelde dat er nu nog meer Spider-Man boekjes worden gekocht dan daarvoor. Dus dat het ook wel echt... Ja, het is wel een hype of zo, het hele Spider-Man verhaal. Ja, ja. En, en zoals jij ook zegt, uh, mensen gaan wellicht ook die, die Andrew Garfield films terugkijken. Het is wel een hele slimme zet om die, andere, die oude Spider-Mans erin te steken... En dus ook weer uh, interesse in dat hele het, universum uh, te creëren. De, het is, ik denk... Ja, ik durf bijna zeggen, een van de, allez, de populairste superheld van de planeet. Ja. Denk ik. Like, het is zo'n kantjeboordje met, met, kantjeboordje met Batman en zo. Ja. Maar voor veel mensen is het toch wel de herkenbaarste of een de, 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 van de namen die ze het kunnen opnoemen. En heeft ook wel... Er is ook zoveel content van al gemaakt dat ook heel veel goede content heeft. Het heeft... Ja. Het heeft nu zeer goede films, het heeft heel goede animatierekst, het heeft ook heel goede games. En, en dat spreek ik echt nog like, voor dat PlayStation 4-spel. Ja. Maar um, in 2009, 10, 11, was er een videogame, uh, Spider-Man Shattered Dimensions. Ah, ja. Waarin dat je ook met vier verschillende Spider-Man speelde, uh, die tegen slechteriken doorheen het universum moesten vechten. Ook, ja, die werden ja. ook gevoiced door alle vier de stemacteurs. Die hem tot nu toe in de tekenfilms hadden gedaan. Ach. Dus die van 94. Neil Patrick Harris doet ook een Spider-Man. die heeft ah, ook ja. in een beperkte Spider-Man-reeks gevoiced. Ah ja, uh, dat, dat weet ik. Ja. Ik denk Josh Keaton is ook een van de stemacteurs. Ah. Alles wat. Dus er, er was al een beetje Into the Spider-verse nog voor dat er was. En ja, het was een zeer goed spel ook. Ik had zelfs een Game Boy Spider-Man spel. Een Tuurlijk. oude Game Boy Spider-Man spel. Ik heb oh, de attractie oh. gedaan in Disneyland uh, vorig, Ach. vorig jaar. heel gaaf. Ik vond het niet leuk. De, vond, nee? Ja, ik vond die niet zo leuk. Maar uh, ik vond het wel cool gedaan. Het was cool gedaan, maar ik vond die niet zo leuk. Oké, okay, all het, het was zo goed gedaan dat ik er bijna fucking brol had van gekocht. <laughs> uh, ik heb er wel een shirt van. Ik heb kwaad, wel een... Kwaad omdat het te goed is. Ja, dat is fijn. Ja, maar nee. Dus de, de clue van dat spel is, dus het, het is... Het zit in een gebouw en het is een soort van uh, project gesponsord door Stark voor jongeren die engineering-stuff willen doen. Ja, ja. Het is ook web. Het heet web, het is een afkorting van iets. W-E-B of zo, doe het doet er niet toe. En de introductie is dat Tom Hollands en Peter Parker... Heet, like, hey, welkom bij het ding. En die creëert een soort van spinrobotje. Die, die, die staat om zichzelf te dupliceren. Dus natuurlijk, binnen de vijf minuten loopt dat uit de hand. En heel het gebouw wordt overrun met kleine spinrobotjes. Ja. Hij wordt in een karke gezet en je moet... Spinrobotjes afschieten vanuit je karken. Om ah, ja. deze beweging te maken. Ah, je, moet echt, je moet echt dit doen. Ja, je moet van. Om een of andere reden. Haat de machine Xander de Rijk, Want het herkent mijn handen niet als handen. Die, nee, machine... maar en veel mensen. ...herkennen herken jouw handen ook niet als handen. Ja, ik weet het niet. Die, die, machine... die, die zijn freakishly raar en groot, jouw handen. De machine denkt. Die man heeft harken mee op de attractie. Ja, waarom? Dat geldt niet. Nee. Dat geldt niet. Leg die schop neer! Dus mijn score was heel laag. Wat is mijn score? Dus ik ben heel kwaad die attractie uitgestapt. En ik heb dat alleen. Mijn, mijn Lightyear was er ook. Ja, dat vind ik net iets minder leuk. Dus ik ben heel kwaad die attractie uitgestapt. Ik heb maar één t-shirt gekocht. In plaats okay. van een paar dingen. We hebben alles. Ja, ik heb oké. bijna zo'n fucking robotje gekocht. Ja, dat snap ik. Ja, nu dat wil, ik, ik nu wil, wil ik daar mee. een speler op. Er is zelfs een. Uh... Spider-Man uh, comic book ding waar die ook allemaal spinnenrobotjes heeft. Om, uh, dan, dan heeft Dr. Octopus zit in het lichaam van Spider-Man en die heeft dan ja. allemaal robotjes gemaakt om, om uh, te herkennen als er ergens crime going on is. Uh, dat is de superior Spider-Man, als ik mij niet vergis. Maar de mensen die het echt zullen weten, zullen wel, uh, zullen wel uh, zeggen. Goed, uh, ik denk dat we ze allemaal gedaan hebben. Uh, uh, Spider-Man No Way Home. Uh, het is. Uh, Grote Spin deel 2 is deze podcast. Ja, uh, uh, ga alsjeblieft naar de cinema om het te zien. Even je ja. steun nodig. Ja, <laughs> dus... nee, maar, nee, maar het is wel echt uh, op groot scherm. We hebben het op uh, Minimax uh, gezien in Antwerpen. Hè? Maar het is, wel, het is wel echt gaaf. om. Het is, om... Het is wat je zocht dit jaar. Ja. Uh, uh, twee uur absolute lollende cinema. Ja, je, want ik, ik wist dat hij in mijn topteam ging komen, want dat had ik al voorspeld. Maar mm. hij staat nu op de tweede plaats. Dus uh, voilà. Mm -hmm. En die uh, podcast nemen wij wanneer op? 17. Ja, een van de zeven data waar die podcast al op gestaan heeft. Ja, maar nu, ik denk dinsdag. Ze... Nee, maandag 17. Maandag 17, januari. Gaan wij. Uh... Zeven uur praten in de Joker over films. Yes. Uh, 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 All right. Dat doen wij. zijn ja, moest Alex hem nog kunnen zien op tijd, natuurlijk. Ah ja. Ja, dan kunnen we. Ja, of moeten we nog iemand vinden die het shit vindt? Want, ja, aan de andere kant gaan we, we Spider-Man nog uitbundig bespreken daar. Nee, dat, hebben, hebben dat hebben we nu fucking anderhalf uur gedaan. We hebben een links gegeven <laughs> de ja, live show. Kijk hier maar naar. Nee, maar goed. Het is, uh, misschien zit uh, ik tegen die tijd nog wel nieuwe inzichten en andere dingen over. Ja. Uh, maar goed. Uh, Xander, uh, Spider-Man, we love him. En uh, bedankt om uh, mij daar even over te willen praten. Graag en uh, uh, Tot de volgende keer. Jojo. Bye.